Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Dit is Den van Golden op je beeldscherm. Ik ben Den en wie ben jij? Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Dit is Den op jouw beeldscherm. Ik ben Den en wie ben jij? Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Dit is Den op jouw beeldscherm. Ik ben Den en wie ben jij? Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent. Voor het eerst hier of ben je al bekend? Dit is Den op jouw beeldscherm. Ik ben Den en wie ben jij? Hallo. Hallo allemaal. Wat fijn dat u er bent. Hier of ben je al bekend? Dit is Den op jouw beeldscherm. Ik ben Den en wie ben jij? Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Dit is Den op jouw beeldscherm. Ik ben Den en wie ben jij? Ja, dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij een gloednieuwe livestream. Mijn naam is Tobias, oftewel, ik ben Den. En wie ben jij? Leuk om erbij te zijn bij een gloednieuwe livestream. Ik heb even lekker een weekje rust genomen, dat hebben jullie ook wel kunnen zien. Wel een video online geweest, die ik al eerder heb opgenomen. Namelijk na de week dat ik Kika heb gestreamd. Het was een hele bijzondere week, ben ik ziek geworden. Ik ben gelukkig weer beter, maar ja, die avond, die zondag, die stream, die laatste stream, heb ik ook wel gemerkt dat ik heel moe was. Ik heb ook eerder afgekapt dan normaal, dat kon je misschien ook wel merken. Maar ik was daarna die avond ook echt ziek geworden. Ik ga er niet in details over verder, maar goed. Leuk dat jullie allemaal bij zijn. Het is zaterdagochtend, hopelijk hebben jullie een mooie week gehad. Voor de mensen die een examens hebben op dit moment, succes met examens. Jullie kunnen het hopelijk slagen, jullie. Ik heb allemaal zin in. Ik hoop jullie ook. Ik zie het in de chat. Inka, ik wil jullie ook bedanken. We hebben namelijk vorige week tijdens de hoeveelheid van Kika de Inka gehaald. We zitten nu op de 1,32. Al doet YouTube een beetje dom en update het niet. Maar we zitten op de 1,32. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Zonder jullie had ik nooit zoveel abonnees kunnen halen. Hopelijk hebben jullie er een beetje zin in. Ik tenminste wel. We gaan lekker weer overheen. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Mijn planning is wel om vandaag Dilano G te ontvoeren. Hij doet allemaal dingetjes. En we moeten in contact komen met Jordi Blanco. En jongens, ja, ik weet dat Jordi Blanco dood is. Maar zelf weet ik het niet. Ik weet het niet of hij dood is. Want in mijn karakter weet ik niet of hij dood is. Dus daar zullen we moeten achterkomen. Dus ik ga gewoon nog door dat hij leeft. We gaan met z'n allen lekker van genieten van deze stream. Pak nog even lekker wat eten. Het is net middag geweest. Mocht wat te eten. Pak nog even lekker drinken of eten. En geniet er lekker van. Inderdaad, ik zie ook dat bij mensen heel veel staat 1,31, maar het is 1,32. En trouwens voor de mensen, misschien heb je het ook in de video kunnen zien trouwens van deze week. Maar donderdag is de video online gekomen. Wacht, moet ik even zo doen. Zo ziet Den er helemaal niet meer uit. Zo ziet Den er al je tijd niet meer uit. Maar wat wil ik zeggen? Den is helemaal makeover geweest. Misschien heb je ook in de video heel ander haar, heel ander gezicht. Heel ander uiterlijk qua kleding. Heb je ook al in de laatste stream volgens mij kunnen zien. Ongeveer. Ik weet niet helemaal zeker. Even kijken. Wat vind jij ervan dat Jordi dood is dan? In Roeveen, zeg maar. Ja,
Ik weet zelf, ja, het is met de darkness. En ik weet dat ik wel goede contact heb met de darkness. Qua Kane, Lucas zit niet meer bij de darkness. Maar Kane ook. Ik weet ook niet hoe de situatie nu is met de darkness. Daar moet ik allemaal gaan achterkomen in deze livestream. Of in andere livestreams. Dus ja, ik heb er tenminste zin in. Ik heb hier geen koffie staan. Mijn koffie is op. Helaas op. Ik vind het wel jammer. Want ik had net zo zin in een bakje koffie. Maar goed. Laten we lekker maar van genieten. En ja jongens, ik weet niet wat er vervelend is. Maar ik ga even naar dit scherm. En dan doe ik heel even snel dit. Anders gaat het helemaal fout. Even kijken. Want het doet weer eenmaal vervelend bij mij. En dan doen we even deze aan. En dan doen we deze. En dan zijn we weer in Roeveen. Oh, en er is nog iemand. Ja, nee, maar dat had ik wel voor de koffie moeten zitten, maar dat doe ik niet. Ja, we gaan lekker. Zeker. En ja, nog steeds staan hier alles. Ik had eigenlijk moeten updaten, maar hier staat nog steeds de topdonateur van Kika. Dat is Game Room V. Daaronder van Dirk nog. En dan, ja, 50 euro van. En dan met 1 donatie. En Skirik met zijn 3 donatie voor de Roeveen van Kika. Ja. Ik moet dit even afsluiten. Want ik heb nu iets openstaan. Dat is niet heel handig. Ik hoop trouwens dat het nu wel goed gaat. Ja, top. Mooi. Hoe het met mij gaat, Tristan? Ja, het gaat eigenlijk best wel goed, moet ik eerlijk zeggen. Ja, gewoon lekker chill. Lekker rust. Ik heb een lekker schooldag gehad. Ja, ik heb maar 2 dagen school gehad deze week. Want ik was woensdag eigenlijk nog steeds ziek. En donderdag ben ik de eerste dag weer naar school gegaan. En gisteren ook heb ik alweer lekker vakantie. Lekker weekend. En maandag dan ook vrijdag. Waarschijnlijk is ook een... nice Tristan. Is dat voetbalkamp dat je naartoe gaat? Of scoutingkamp? Iets in die richting. Je hebt scoutingkampen, je hebt hockeykampen, voetbalkampen. Ik heb goed nieuws. Dan, wat heb ik jou geskipt? Dan heb ik jou geskipt. Oh, ja, ik zag die wel voorbij komen. Welkom, leuk dat je erbij bent, Daan. Super leuk dat je erbij bent. Ik zit in de 2e klas, George. Dilano. Ik wil even iets zeggen. Ga alsjeblieft niet mee te gamen. Want ten eerste, je weet niet dat wij dit doen. Want ik weet dat jij dit soms wel doet. Maar... En ja, hopelijk zet je deze keer goede roleplay neer. Want 100% Dilano, ik weet dat je weet dat dit om jou gaat. Maar ja, we zullen zien wat er vandaag gaat gebeuren. En ga niet de stad uit, zou kan ik je zeggen. Zit je nu in de stad? Ben je nu in de stad? Ben je nu in de stad? Nee, ik weet het zelf ook niet precies. Nee, je bent niet in de stad. Stijntje, ik ben... 15 jaar. Ik ben 15 jaar. Trouwens staat het geluid wel goed. Ik weet het niet eens. Horen jullie wel alles goed? Volgens mij zijn ze echt heel hard trouwens. Ik zit iets zachter. Hier ongeveer. Zeg maar of die goed staat. Ik weet niet wie er allemaal hier staat. Oh, zijn hier 3 mensen. Zijn hier 3 mensen. En voor de rest is het nog wel redelijk. Ja, dan. Lang leven stream zo, ik weet het. Vervelend is, want daardoor gingen mensen ook gebruiken dat ik een gun had. Maar die heb ik nog nooit meegenomen. Er is geen leeftijd aangebonden, Stijntje. Je kunt er hoeveel Discord joinen. Volgens mij staat de link ook in de beschrijving. Als ik het goed heb. En ja, je moet gewoon een intake doen. Dat is nu elke. Dat is ook vandaag weer. Vanavond en elke woensdag. Echt, moet je goede roleplay neer kunnen zetten. Maar volgens mij is het niet per se een leeftijd aangebonden, dacht ik. Tenminste. Maar goed. Ja, ik kan wel even kijken. Als ik naar mijn YouTube studio ga.
Voor de mensen die nog niet hebben duimpje omhoog gedaan, vergis ik geen duimpje omhoog te doen. Zou ik super tof vinden. Natuurlijk, Bjorn gaat ook weer live vanmiddag, hè? Na Aap Bjorn, hè? Elke keer als ik live ga, gaat hij ook live. Verdorie. Nee, grapje. Oh, Nightbot, dat is fout. Dat moet nog veranderd. Ik heb 1,320, jongens. Dat staat hier tenminste. Bij mijn huidige abonnees, dus. Op dit moment ben ik nog niet heel veel aan het doen, want ik ben even hier nog. Dus ja. En jongens, dit is de nieuwe den. De nieuwe den, jongens. Ik kan ook wel even mijn bedrijfje afdoen. Kunnen jullie iets beter zien. De nieuwe den. Nieuw haartjes. Mooie baardje. En ook een heel ander gezicht. Laat weten wat jullie ervan vinden. Ik doe wel, want mijn bril is nog wel iets mooier. Dat is altijd vaker zo. Dus ik doe hem even op mijn bril. Maar het is de nieuwe den. We willen eigenlijk wat we nu eigenlijk aan het doen zijn. Maar nog iedereen is er. Om even te praten en om een plan te maken over de moord op Dilano G. Want we zijn een beetje klaar met hem. Over wat hij allemaal heeft gedaan. En hij zit nog steeds ons in de weg. Qua karakterzender of hoe bedoel je? Ik hoop trouwens dat jongens dat de stream helemaal super loopt. Ik heb nu ook vensteropname gedaan, dus ik hoop dat het voor jullie helemaal super loopt. Laat het weten als je lek ervaart, zou ik enorm waarderen en dan gaan we gewoon dingen snel veranderen. Dus ja. Zo. Horen jullie mij nog over? Ja, ik hoor jou. Oké, okay, top. Dan staat hij goed. Ja, een goede roleplaynaam. Ja, dat is een goede. Ik zou niet een hele rare naam. Al heb ik ook wel voor mijn autocount een best wel rare naam. Hele Ansums. Ik heb gewoon opgezocht bijzondere voornaam en bijzondere achternaam. Dan kwam ik op. Vandaar. Ik zie ook dat Jonathan Power bij de stream is. Super leuk dat je erbij bent. Super leuk dat je erbij bent. Ja, ik weet ook niet wat ik weer moet zeggen. Maar goed. En zoals je kunt, ik heb een mooi blauw kapje. Hier is het prachtige Kika ding. Die heb ik eraf gehaald. Maar ja, doen we natuurlijk niet meer voor Kika. Als we het natuurlijk toch zijn. Als we het ooit weer voor Kika gaan doen. Dat gaan we zeker doen. Komt Rick al deze kant op? Of is hij nog steeds iets aan het doen? Ja, hij is nog aan het eten, denk ik. Denk zijn. Zijn er voor de rest nog mensen in de stad waar we nu alvast mee kunnen praten uit van onze gang? Ja, weet ik niet. Ik zet even een foto uit. Ja, nee, verder is niemand. Xenon verlichting. Dat zijn niet op auto helaas, maar goed. Volgens mij. Ofwel, ik heb geen idee eigenlijk. Wacht, kunnen we even kijken. Staat op mijn auto. Xenon verlichting. Even kijken. Jawel, wacht. Het is wel Xenon verlichting volgens mij. Oh, hold op. Of. Ja, jongens. Oké. Okay. Want wie is hij gaan bellen? Mag ik het weten wie dat is? Met wie mee aan bellen? Ja, mag je. Met James, wacht even. Oh. Volgens mij is het nu wel een beetje lek, ervaar ik ook. Maar ik moet even wachten, want nog niet iedereen is in de stad. En ja, het is natuurlijk wel handig als je met mensen praat die in de stad zijn. En ja, op dit moment kunnen we ook niet heel veel. Dilano is er zelf ook nog niet, dus we kunnen nu niet echt iets met Dilano doen. Dus ja. Zeker Olivier. Ik heb zeker mijn skin al aangepast. Kijk. Zo, dit is beter. Kijk, ik kan ook wel even mijn bril afdoen. Kijk. Oh, aangepaste den. Volgens mij is dat Matteo. Jij gaat wel goed, Xenon. Gaat wel goed, eigenlijk. Met jou? Hoe is het met jullie eigenlijk? Kijk eens, hoe is het allemaal met jullie eigenlijk? Hoe is het met jullie? Hebben jullie er een beetje zin in deze stream?
Hebben jullie een fijne week gehad? Hebben jullie zin in een weekend? Lang weekend tot en met maandag? Mooi dat het allemaal met jullie goed gaat, jongens. Ik ben blij mee. Als het met jullie goed gaat, gaat het ook met mij goed. Ja, we moeten alleen even wachten, hè, jongens. Het is een beetje wachten, want hij is nu aan het bellen. En gisteren was ik niet zelf bij, bij wat. Het is gisteren namelijk heel veel gebeurd qua. Wat zou ik zeggen? Er zijn een aantal groeperingen, zoals mensen tegen mooie zonen. Ze willen ze vermoorden. Zelf was ik gisteren niet in de stad, maar ik zat via een camera in de borstzak van Rick mee te kijken. Dus ik heb heel veel als karakter mee kunnen krijgen wat er is gebeurd. Rick is ook neergeschoten. Dus ja. Zeker heb ik een eigen Discord, Xenon. Link zit in de beschrijving. En misschien dat mods me erin willen. Weet ik Olivier, maar als karakter weet ik dat nog niet. Dus daar zou ik moeten achterkomen dat Jordi dood is. Dus ja, dat is even afwachten. Zo weet ik het ook nog niet. En ja, zoals is ook Kane en Lucas zijn al bijna niet in de stad, dus ja, moest sowieso ook een beetje moeilijk met ze te praten. En mooi, de Shader NL. Maar we kunnen alsnog die opdracht doen, want we kunnen hem gewoon vermoorden en dat is een plan. Oké, mooi. Kunnen we even bijpraten? Precies. Over ja, ook wil een beetje weten wat er gisteren is gebeurd. Ik heb wel veel wat meegekregen, maar. Ja. Ja, dit gezicht is beter. Mooi gezicht. Even denken, wat is er allemaal gebeurd? Ja, we hebben eerst gewoon een hele grote meeting gehad eigenlijk met al die mensen. Jij hebt trouwens alles gezien via. Ja, redelijk. Ja, ik heb wel wat meegekregen. Ja. Okay. Beetje, maar. Ja, het enige wat jij niet hebt gezien, geloof ik, is een ontvoering. Wat is uiteindelijk niks bleek te zijn. Klopt, heb ik niet heel veel meegekregen. Voor de rest, ja, Rick is in zijn buik geschoten, maar dat heb je denk ik ook al meegekregen. Ja, in één keer, ja, ik hoorde schoten en in één keer lag Rick op de grond. Ja, ik weet nou, ik wist niet wat er gebeurde, maar daarna hoorde ik, want hij moest zijn telefoon afleveren in het ziekenhuis. Ja. Ja, hij is geloof ik nu hersteld. Ja. Dat is wel fijn. Hey, Abby, welke waarde je erbij bent. Voor de rest, ja. Bij ons, ik weet wel dat er bij anderen wel meer is gebeurd. Mm-hmm. Maar, ze willen mooie zonen vermoorden. Ja. Iedereen die bij hun hoort, zeg maar. Voor hoever ik heb gehoord, is dat er 2 mensen van hun zijn neergeschoven. Oké. Okay. Dat was er zelf niet bij, maar. Oké. Okay. Ja. Ik weet niet iets wat ik met de mooie zoon heb, maar. Nou ja, jij bent geloof ik ooit door ook in je been geschoten. Ja, oké, okay, ja, dat. Ja. Ik zelf ook, en we hebben een hele groot. Tenminste, jij hebt een grote ruzie met hem gehad. Ja, ja, dat is waar. Was ik wel bijna. Ja, ik vergeet het. Liever, maar goed. Mm-hmm. En Selim is gisteren ook. Of eergisteren is in mijn been geschoten, geloof ik, door een van mij. Oké. Okay. Ja. En hoe is de situatie nu met mijn zoon en de rest? Weet ik ook nog niet. Is het even stilgelegd? Of qua de actie wat ze willen doen? Of? Het was eigenlijk een 3 kwartier of zo. En daarna was het sowieso al stil. Ja, om 8:30 was het al beëindigd. Maar wij gingen nog door. Want daar wist het niks van. Nou, ik hoorde van Alex dat het een beetje was gestopt. Dus. Ja. Oké. Okay. Ja. Hopelijk gaat het goed met Rick. Hij is natuurlijk al vaak keer beschoten. Ik hoorde ook dat hij zich wou opofferen. Nou, dat is sowieso niet slim als Rick dat doet. Nou nee, we hebben sowieso gewoon om onze eigen veiligheid gedacht. Ja, nou Rick wou zich helemaal laten volpompen met kogels. Ja? Ja. Maar ik zou wel 1 kogel kunnen krijgen, zeg maar. Maar ik hoef niet dood hoor, daarvoor. Ja, ja, nou ja. Rick wou zich opofferen, maar ik heb hij hoorde mij natuurlijk ook, dus ik zei het meteen niet doen. Mm-hmm. Ja, gelukkig is dat toen niet gebeurd, maar... Hij liep ook een beetje heel erg in het open, moet ik zeggen. Ja.
ik zou snel naar het ziekenhuis kunnen rijden. Ja. En ja, de plannen voor vandaag. Ja, Delano. Delano, ik wil hem dood hebben vandaag nog. Liever nu, maar... Ja, we moeten een plan opzetten. Ja, we moeten echt met wat meer man zijn. Ja, we moeten met meer man zijn. Ja, het is best wel makkelijk. Ik trek zijn locatie. Achter mijn computertje in mijn huis. Ik trek zijn locatie en ik... We gaan heen en dan pakken we hem in principe. Ja, je kunt natuurlijk ook, je computer in een van onze bussen stoppen, die hebben we gekocht. Maar ja, dat is ook niet cool. Maar dan moet je wel zo'n, hoe heet het? Zo'n apparaat wat stroom produceert. Ja, nou, die zit wel bij ons in het huis. Okay. En ja, we hebben ook wel VC. Dat is wel een goede inderdaad, ja. Dat moet lukken. Dat moet wel lukken om dat. Ja, maar we moeten gewoon even een plan verzinnen. En ja, eigenlijk moeten we ook even de stad in de gaten houden. Om te kijken waar Delano zich bevindt. Gewoon door de stad rijden. En als we hem zien. We weten dat hij wetenskleding heeft. En welke motor rijdt hij ook alweer? Dat weet ik niet. Geen R1 in ieder geval. Nou ja, ik weet dat misschien stilte die motor of zo. Ja, we zaten. Wanneer was dat? Woensdag. Woensdag zaten we achter hem aan. En toen besloot hij naar het HB te gaan. Was hij bang. Ja, en daarnaast gooit hij hem ook nog voor piepkind uit. Terwijl ik al 60 ben. Dus dat vond ik wel bijzonder. Maar goed. Ja, we gaan hem zo niet pakken. Ja. We zijn klaar met hem. Ik gooi hem nog liever in het water, zodat ze hem nu ook nooit vinden. Ja, dat is wel goed inderdaad. Nooit vinden meer. Dat is best wel een openbare locatie waar we waren toen. Openluchttheater is misschien handig om daar af te spreken of zo. Nou, dat komen wel veel mensen. Ja, oké. Het beste is gewoon ergens... Hier bijvoorbeeld. Kijk, die pier helemaal... Ja, of gewoon ergens in het water. Mm-hmm. Daar kan je niet nasteken, dus dan, je weet het niet. Ja, nee, dat is het... Misschien is dit ook wel gewoon een goede plek. Of we zetten hem gewoon net op het treinspoor neer. Ja. Moet goed in treinloos rijden. Dus dat kan. We moeten gewoon voor zorgen dat we hem goed dat we hem omsingelen. En dat Hij moet niet weg kunnen. Ja, dat we touw vast hebben en gewoon vast kunnen bij ons zodat hij niet los kan. En een zak over zijn hoofd heen. Als ik gewoon zijn locatie kan trekken, dan verwacht hij het echt niet hoor. Nee, ik denk het ook niet. Uit het niets twee busjes aangaan. Nou ja, misschien ook meer auto's. Nog handig, in plaats van twee. Ja, stel ik haal er ook één. Als het maar niet op blokken pak is ofzo. Ja, nee, als in, ja. Daar vindt hij zich volgens mij best wel redelijk vaak, maar... Mm-hmm. Ja, we kunnen ook, als we hem zien... Dan proberen we stiekem gewoon een trekker op hem te plaatsen ofzo. Dat ze altijd zijn locatie weten. Dat is ook handig. Onder zijn motor ofzo. Ja, misschien heeft hij zo'n telefoon uitstaan. Ja, dat zou ook nog goed kunnen. Nou ja. Maar we moeten eerst maar zorgen dat hij in de stad komt en dat hij goed is. Ja, dat zeker. Daar moeten we echt voor zorgen. We moeten het niet laten ontsnappen. Ik wil hem vandaag hebben. Ik wil dat hij vandaag doodgaat. Vandaag is de laatste dag. Ja, Rick moet ook de stad in komen. Ja, die is of eet in zijn hoofd. Ja. Ik wil hem vandaag dood hebben. Stijn ook nog. Denk ik ook wel. Ik wil dat hij vandaag zijn laatste adem uitblaast. En liever gewoon helemaal geen adem meer. Nou, helemaal niet zijn laatste. Gewoon nooit meer. Ik kan vragen of ze er mee. Het liever schiet ik er nu nog een kogel door zijn hoofd, maar goed. Nou, ik weet niet of misschien dat... nee, het gaat er als niet zo snel. En ik merk ook wel vaak dat een beetje. Hij doet een beetje stoer, die Lano. Zeker. En dat zit er niet in de jongen. Als we er echt zijn opeens, dan. Ja, als we er in één keer opeens zijn, is hij meteen. Durft hij niks meer. Gaat hij letterlijk in HB rijden? Ja, precies. Door de poort heen. Die Lano Gelars. Dat is eigenlijk een ding van Jori. Ik weet dat Jori dood is, maar in mijn karakter weet ik dat dus niet. Dus we willen hem gewoon doodmaken. En ja. En dan gaan we een foto maken. En dat zullen we zien. En ook belangrijk is om een foto te maken met al het bloed om zich heen. Hè. Mm-hmm. Maar we moeten hem gewoon steken ook in zijn buik en in zijn hart. Dat is het belangrijkste, denk ik. En in zijn hoofd.
Tenminste in zijn nek. Die handen. Ja. Zelf heb ik dit mooie ding. Ja, ik heb mijn mes af in mijn huis gelegd. Ja. Ik loop nooit rond met een mes eigenlijk, maar... Nou ja, zakmesje. Stel, we hebben hem vandaag niet. Morgen. Dan wie weet. Welkom trouwens, Isa. Was even vergeten, maar goed. Ja. Heb je een auto? Nee, dat is de hele tijd. In ieder geval, wie weet iets met Black Market. Met jou of met... Mm-hmm. Celine. Dan kunnen we het zo afhandelen. Ja. Even kijken. Ja, we zullen zien hoe het vandaag af gaat lopen. Zal ik me ook een busje halen, of? Nee, is niet nodig. In principe zou één al genoeg zijn, maar... Ik heb voor zeker twee om deze Luma's erbij. Ja, maar misschien is het ook vast handig om de computer van jou in een busje te stoppen, bijvoorbeeld bij mij of zo. Ja, dat zullen we nu anders doen. Zullen we dat nu doen? Mhm. Ja, maar dan gaan we dat nu doen. Is goed. Dan pak ik, ga ik even mijn auto naar de garage brengen. Nee, naar inpan bedoel ik, want daar zijn we busje ook. Even kijken. Ga je eerst naar de inpan? Naar de inpan, ja. Gaan we even met z'n allen naar de inpan, want daar zit mijn busje. Oké. Ja, wacht niet te snel, hè. Mijn auto is niet zo snel. Oef. Dat waren de ramen. Zo. Dat waren ramen. Ik merk wel dat ik een beetje lek heb, jongens. Sorry daarvoor. Denk ik. Geen idee of ik lek heb, maar goed. Even kijken. Zo. Ik ga alvast naar mijn huis. Als je mij straks niet volgt. Welke postcode? Ja, ik wacht wel op je. 183. Even kijken. Mooie speedo pakken. Mooi busje hoor, jongens. Mooi busje. Hey, Dan, val je door de grond heen als je naar huis gaat? Wacht, is de chat nou stuk of? Ik wou net zeggen, ik dacht even jongens, ik dacht even dat de chat stuk was. Zo, de chat doet bij mij even wacht. Doet hij het nog? Volgens mij doet het stream nog, hè? Ja, oké. Okay, toch. Zo. Daar gaan we, jongens. Met mijn busje. Oh my days. Hoe doe ik? Via de F1 spieren zenden. Niet gelijk, jongens. En dit gaan we echt erop playen. Ja, laat me even hier staan, want het is best wel een ding zwaar, toch? Even kijken. Laat me even hier parkeren. Zo. Zullen de achterdeur alvast open zijn? Ja, ik ga, ja. Doe jij even de achterdeur open? Yep. Oh, nee. Nog gelijk, ah, shit. Yes. Kijk. Top. Oh, ga erin zitten. Ja, ik ga het over doen. Ja, 1-0. Is
je moet altijd weer open zitten. Hallo. Wat doen jullie? Ja, hij heeft die deuren weer open gezet. Nu zit ze open, toch? Ja. Oké, jongens. Als jullie even aanbellen. Ja. Ja. Ik hoop niet dat ik. Ja, laat even voorheen. Even wachten. Eerst ik. Okay. Even wachten. Jongen, wat doe je nou? Ik ben niet bang. Ik ben echt bang voordat ik nu door. Oké, top. Hier, wat staat hier dan? Oh, wat? Wat staat hier? Wat? Ja, wel. Het is van het niet. Maar oké, 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 ja, ja. Ja, kijken. Nog een eerste scherm. Ja, oké, we hebben de 3 schermen nu. Dat is top. 3 schermen, oh. Maar, ja, hoe gaan we dat doen met stroom dan? Het is thuis uit. Oh ja. Even kijken. De deuren van de auto zijn dicht. Ik moet ze even open voor jullie. Hoe gaan we dat met stroom doen straks? Oh god, ik heb hem laten van. Oh, gestruikeld. Oh god, ik hoop niet dat het beeldscherm kapot is. Ik hoop niet dat het beeldscherm kapot is. Heb je piepschuim in die doos zitten? Oh, ja. Dan moet het wel goed zijn. Oh, mijn rug. Oh. Auw. Maar deze zit erin. Ja, wacht even, oké. Zo. Maar hoe gaan we dan met stroom doen dan? Want ja, is het geen ik, ja. Jawel. Daar, voorin. Kun je stekker doen. Ja, maar is dat genoeg, denk je, om een hele PC te laten werken? Nee, we moeten gewoon voorin zorgen dat je daar zo'n, dat je meerdere stopcontacten hebt, weet je wel? Dat je lengtesnoerkabel hebt, meerdere blokken erin. Snap je? Zo. Ja, maar die bus, dat is niet... Jawel, ja, want want we hebben ook nog benzine thuis. We hebben ook nog benzine thuis, dus je kunt hem ook aandoen met benzine, weet je dat? Ja, maar dat is zo'n Ja, die hebben wij thuis achterstaan nog. Dat is top. Ja, maar die heb ik zeg maar achterstaan, hè, Ben? Die hebben wij achter ons huis staan, dus dat moet lukken. Oké, okay, ik pak dat grote ding oké, eronder. Dat is de PC. Okay. Ja, dat bedoel ik, de neem PC. Neem het toetsenbord en de muis mee. Ja, neem jij even zo'n barkluk. Nee, ja. Heb jij een tafeltje of zo staan? Kom, ik pak die kabels uit jouw kastje wel even hier. Oh ja, pak jij even de kabels die... ja, is goed. Die, ja. Pak jij even de kabels die door de dingen zitten. Oké, dan ga ik... Pak ik ook gelijk de toetsenbord. Ja, stop. Top, dat is top, jongens. Oké, top. Doe de kabels voorin. Ja. Ik, Zo. Nou, we moeten eigenlijk even een tafel of zo hebben, want dit is een beetje lastig. Ja, zou ik even die tafel. Ja, zou ik even een. Zou ik die tv er even afhalen en andere dingen erop zetten? Ja, pas en, dat. En ja, dan pak ik ook even een kussen uit van je bank. Is dat goed? Ja, is goed, man. Oké. Okay. Nou, kunnen jullie met z'n tweeën tillen, denk je? Ja, als je denkt dat we die tafel kunnen tillen of niet. Moet ik nog naar binnen komen of is alles goed? Nee, je hoeft niet binnen te komen. Ja, we moeten alleen even een tafeltje hebben. Dan zullen we ook even die tv samen eraf. Even die tv er samen af halen. Ik heb de, weet dat? Oké. Okay. De kabels aan de Okay, 3. Oké, okay, bij je... Aangesloten. Ja, we gaan even afhalen. Ja, oké. Okay, we gaan even aftillen bij 3. Tillen we even samen op. Heb je hem goed vast? Ja, nee, die tv. Ja, die tv. Nee, die tv moet eerst even af. Oké. Oké. Ja. Oké, 3. 2. Oké, tv eraf. Oké. Naar beneden. Oké, 3, 2, 1. Ja, hij ligt. Ja, oké, hij staat. Oké, nu de tafel. Nu de tafel. Oké. Oké. De tafel. Oké, dit moet lukken. Oké. Dat was beter een beetje kunnen schuiven, toch? Ja, nou, die kunnen ook tillen. Want het is wel een beetje heel sommige.
Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Oké, stop. Oké. Daar gaan we. Top. Dit gaat goed, top. Oh, zet hem even niet meer. Hij glipt een beetje uit mijn handen. Hij glipt 3, 2, 1. Hij glipt uit mijn handen. Nee, hij glipt een beetje uit mijn handen. Oké. Okay. Even opnieuw goed vastpakken. Zo, oké. Nee, je hoeft niet te helpen hoor. Lukt wel met ons tweeën. Oké, ik ga erin, oké? Is goed. Oh. De kabels moet je nog even in de PC doen, hè? De kabels nog even in de PC. Ja. Ja, dat doe ik wel. Zo. Ik ga het iets beter neerleggen. Zo. Oké. Ga even alles aansluiten. Schuift de tafel tegen. En gaan dus dingen, gaat de PC aan? Ik weet niet. Ik heb even kijken. Het gaat goed. Het gaat goed. Top. Het gaat goed. Ik ga even nog even snel de kussens pakken waar je kan op zit, oké? Ben? Oh ja, doe maar. Is goed. Dit moet wel lukken, toch? Moet zo zijn. Ja, het moet toch wel lukken. Dan moeten we even snel even nog naar de Rick's huis. Als het niet lukt, dan weet ik het ook niet. Moet zo eerst even naar Rick's huis en dan moet het lukken, denk ik. Hoezo moeten we naar Rick's huis? Ja, daar zit die generator. Daar zit die generator ding gebeuren, hè. Met de benzine ook. Oké, ik pak even je kussens pakken. Dat, ja. Gewoon, hier kunnen we gemakkelijk... Nee, die heb ik niet liggen, nee. Moet ik bij Rick ophalen. Oké. Nee, even de kussens mee. Zo. Zo, dat moet lukken, zo. Ik hou van mijn mes op. Moet ik ook inhalen? Oké. Nou, als er straks met 6 mensen zijn, dan hoeft dat denk ik niet per se. Is alles aangesloten? Ja, ik heb alles aangesloten. Okay. Controleert ziek. Dief of alles goed aangesloten is. Ja. Ja, maar hij kan alleen nog niet aan, want we die generator hebben nog nodig. Mm-hmm. Moet eerst even naar mijn huis, naar de. Zo, ja. Ja. Rick's huis. Ja, ook mijn. Oh, het is ook mijn huis, hè. Ik woon samen met Rick. Ja, maar hij heeft nog gekocht. Even kijken. Shit, ja. Ik ga nog even fictief naar Rick's huis. En dan halen we daar. Oké. In de achtertuin lag hij toch? Ja, ik ga hem er even naar hier rijden. Want het is best wel zwaar. Het is best een zwaar ding, dus ik ga even achteruit rijden. Is goed. Heel voorzichtig. Want het is best een zwaar ding. En, Zo voor deze bult. Ja, daar kijk ik uit. Oh. Heel zachtjes. Oké. Okay. Nee, Rick. We zijn dingen aan het ophalen voor de computer. En hier staat achter ons. Ja, ik zie hem al liggen hier. Hierachter zit onze generator voor de met benzine en zo. Zo. Oh. Oh. Even kijken. Voertuiginteractie. Voertuigdeuren. Ja, ik denk dat we hier wel 12 uur stroom mee kunnen genereren. Ja, even kijken. Dat ook wel.
Ja, en er zit benzine zit. Ik pak. Ben, laten wij even samen tillen die generator. Die staat hier. Oké. Bij, bij drie pakken we hem, oké, samen. Ja. Oké. 1, 2, 3. Zo. Heel veel. Oké, we gaan hem. Oké, we schuiven hem heel rustig naar binnen. Oké. In drie tillen we hem erin, oké? Ik ga even de bus in. Kijken. Zo. Zo. Oké, ik heb hem nog vast. Oké. Laat hem rustig bij drie. Laat hem heel rustig zakken, oké? Oké. 1, 2, 3. Zo, oké. Ik ga hem heel rustig schuiven naast het tafeltje. Ik pak heel even snel de benzine. Zodat het makkelijker is. Oké, hier staat het. Doet hij het dan gewoon gelijk of moet hij dan nog wat doen? Jij moet even opwarmen, want hij doet niet meteen gelijk. Oké. Alle kabels zijn als goed aangesloten, toch? Ja, oké. Even, want, ja, alleen de computer nog even niet, oké. Kijken. Top, oké. Ik ga hem er even, ik ga hem even in doen, oké? Oké. Hou jij me even goed dat niet alles knoeit? Oké. Oké. Boah, die benzine stinkt wel, joh. Ik vind het wel lekker ruiken eigenlijk. Nou, ik vind het stinken. Bah. Waarom stik je altijd je middelvinger op? Dat is irritant. Ja, weet ik niet. Ik kom daar aan mijn leven dicht toe. Zo, oké, heel voorzichtig. Oké. Even kijken. Zo. Oké. Oké, ja, als het goed is, is aanzetten zou ik zeggen. Oké, Ben, blijf jij hier, want het is jouw computer. Hou jij dat goed in de gaten. Dan ga ik weer rijden. Stap uit. Dankjewel. Als jij naast... Ik wil een Luma pakken. Ja. Ik denk dat het wel handig is. Ben, ik pak je een Luma, als je maar open is. Ja, als het goed is, is die open, ja. Dat is denk ik het beste, want je hebt meer verstand van die computer dan ik. Nee, die is dicht. Oké, wacht, dan gaan we even heel voorzichtig, heel voorzichtig. Want straks gaat alles weer, straks valt alles van het tafeltje ook af, hè. Dat willen we niet. Oké, ik ga even kijken of ik die generator aan kan krijgen. Oké, dit wordt een beetje... Oh, dit wordt echt moeilijk. Oké. Rustig, heel rustig. Ik help duwen. Ja, oké. Top. Oké. Als jij nog even dat ding open doet voor de... Ja, is goed. Wat noem je nou? Ik kan erin. Hele goede rode peper. Nee, nog steeds dicht. Je moet je eerst even instappen. Oké, top. Waar gaan we heen? Ja, gaan we een beetje rond. Ik ga even kijken of ik die generator aan de praat kan krijgen. Ja, is goed. Doe maar. Of dat lukt. Even kijken of we iets naar de stad kunnen, want ik denk dat hij wat iets minder... hopelijk kan die wel rijden, zegt... Trouwens, ik besef nu wat. Ga even hier links. Hier links? Hier? Ja, van naar Lester's huis. Oké. Misschien dat ze daar wat apparatuur hebben die we kunnen gebruiken ofzo. Ah ja. Verder nog links. Ja. Kijken. Zeg waar ik in moet, hè? Even kijken. Hier,
Hey. Zo. Hier toch ergens? Kijken. Hier is het. Oké, ik ga maar vast even hier zo neerzetten. Nee, wacht, we kunnen hem ook hier naar boven zetten. Ik zet even de generator aan. Ja, is goed. Dan ga ik hem even proberen hier een beetje neer te zetten. Al moeten we niet heel de weg gaan. Jezus, wat waren de dingen lawaai? Ja, sorry. Het is, echt als het goed is, wordt het straks in de... Mama, wat maakt de dingen lawaai? Oké. Als jij uit nu uitstappen vast, kun je misschien even kijken in het huis. Zo. Nou, hij doet het in ieder geval. De generator doet het, jongens. Top. Generator? Ja, we hebben de plan. Ja, die heb ik van jou van ons huis gepakt. We zijn bij Lesses huis nu. Heb je nog extra kabels nodig? Heb je nog kabels nodig? Dan pak ik gewoon deze mee. Ja, wat kunnen we hiervan hebben? Even kijken. Ja, hier liggen kabels en alles. Wat? Ja, wat? Ja, we moeten even deze... Even kijken wat Auw! Deze... Oh. Oeh, deze ding is misschien wel handig. Welke? Dit misschien. Ja, maar trouwens, hè? Kijk eens dit, kijk hier eens. Kunnen we deze bak niet beter gebruiken? Nee, ik heb er achterin, daar kan ik gewoon op zo'n... Wat zit hier nog allemaal dan? Even kijken. Is het apparaatje nu niet handig? Wat? Als je kijkt achter de toets, wordt dit een mooi apparaatje. Wat zit hier allemaal? Nee, dat is gewoon een cd-speler. Nee, dat is... Oh. Wat zijn hier allemaal dan? Hier zijn ook allemaal nog dingen. Oeh, dat. Hey, camera. Neem maar wat mee. Nou, dat schrijf ik, pak hem wel. Neem maar gewoon wat mee, misschien kan ja. Het gebruiken. Ja, ik weet niet of we dit ook kunnen gebruiken, oh ja. Ik zal niet weten wat voor. Ja, trouwens, we kunnen het over de laan zijn hoofd heen. Ja. Ja, we kunnen dit ook gebruiken om hem over, Zo, oké, ik ga het losmaken, oké? Is goed. Zul je dat even dragen, pak ik even wat spulletjes hier. Nee, ik ga even hier deze doen. Fout. Ik weet niet of dat zo schrijft, maar goed, fout. Doek op. Oké, zo, ik heb hem. Ik heb hem. Ik ga weer in de auto stoppen, jongens. Ik ga even kijken wat ik hier mee kan nemen. Damon, heb je hier ook een beetje verstand van? Half. Ik weet niet eigenlijk wat dit is precies. Oh, staat hier ook een zwaard? Ja. Ligt hier letterlijk... Zwaard? Ja, het ligt hier in een zwaard. Waar ligt een zwaard? Oh, hier. Je hebt hier ook nog allemaal dingetjes, hè? Qua DVD-spelers. Ik weet niet of het iets ja, anders is. Ja, daar heb ik niks aan. Voor een auto. Even kijken. Oh. Ben ik over. Ah, oké. Ik neem even wat dingen erbij. Zo jongen, okay. ik ga even de... wat was het ook alweer? Ik ga even het doek in de... Ja, ik ga even het doek in de auto doen, voor de... Dat we straks over die laans hoofd kunnen gooien. Zo. Kijk, voertuigdeuren. Zo. Nou, dan moet ik dit even doen. Zo. Wow, dit ding is zwaar. Wat hebben jullie? Ik heb gehoord van Demmer. Ja, een grote machine iets. Oh. Ik wil eigenlijk even of één. Maar dat kan weer niet. Oké, okay, wacht. Wacht, even kijken. Middelvinger, oké. Okay. Welke machine hebben ze meegenomen dan? Oh, ik denk, ja. Goeie, wacht. Oeh, wat is dit dan? Hebben ze deze meegenomen toevallig misschien? Ik denk dat ze deze hebben meegenomen. Hebben jullie dat blauwe... Poh.
Hebben jullie dit, hebben jullie dat apparatuur zo meegenomen? Ja, dit hebben we meegenomen. Jezus, dat is echt groot. Ja, klopt. Het ligt in de bus. Ja, nou, straks hebben we geen plek meer om straks te zitten, joh. Ja, nee, Ben die past er nog in, dus het komt wel goed. Oh, gelukkig. Ja, ik, ja, verder is, ja, ik heb de doek meegenomen, ja, die hier hing. Voor moet straks om het hoofd. Oh, ja. Maar misschien, wacht, ligt hier niet touw of zo? Ja. Ligt hier touw? Ja, ik kan kabels gebruiken als touw, maar ik heb ook nog zo'n trektouw voor de auto's heb ik in mijn auto liggen. Perfect, dat als mijn banden lek zijn of zo, of wacht, als ik iemand touw mee nou? Moet takelen. Oh, nee, ja. Dat zijn draden, niks aan de hand. Het zijn eigenlijk kabels, maar ik bedoel, ja, ik heb wat touw voor je. Ja, we kunnen ook even kijken hier of er sterke touw is of zo, weet ik veel. Klimtouw hebben we dan eigenlijk nodig. Ja. Ik gok niet dat dat hier ligt. Nou ja, we hebben hier, kijk, hier heb je allemaal van die touw die aan elkaar kunnen knopen. Ja, maar dat zijn elastiekjes. Dat is echt niet sterk genoeg. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Nou, ik heb nog wel een klimtouw in mijn huis liggen. Ja. Ook in jouw huis. Ja, nee. Dat hebben we ook al meegenomen. Oh, oké. Okay. We hebben alles meegenomen wat we mee konden nemen eigenlijk. Dus, ja. Ja, ik kan wel even... Ik ga even... Hoor. Jee, oh, dat ding staat hard. Kijk dan. Zo. Dus ja, dat is die generatie die bij ons stond. Die hebben wij heel lang niet meer gebruikt. Dus ik denk, ja, die kunnen we nu even gebruiken. Ja, klinkt een beetje vreemd, maar... Ja. Ja, ik denk dat hij moet opwarmen. Die een beetje muff ja, is. Hij moet opwarmen. Je ruikt hem al wel, hoor. Nu kunnen we als het goed is met zo'n water maken. Wat is hier allemaal? Hier is niet heel veel, volgens mij. Kom, mensen. Yo. Hi, wat zijn jullie aan doen? Ja, ik weet niet. Hallo? Hij doet het dan. Hallo. Ik weet niet. Hey. Maar wat? Hey. Wij zijn jullie wel duidelijk iets aan het doen. Mensen hier. Iets wat niet kan, hè? Wat dan? Mocht er iets zijn. Niet zomaar met twee Luma's en een zwart busje. Oh, nou, nee. Jullie staan hier toch ook met een Luma? Ja? Het is geen Luma. En nog ja, een... Wij komen hier niet met... Nou, dat is een G-klasse. Nee, wacht, ik heb één vraag voor jullie. Wat zijn jullie hier van plan? Niks, we zijn hier niks van plan. We zijn een busje aan het inladen met al spulletjes. Wat ben je aan het inladen? Dat is een computer. Mm-hmm. Computer. Dus je bent net stil. Nee. Dus we hebben die geleend. Van? Van meneer Lester, die heeft ons toezegging gegeven. Die woont hier niet meer. Wie woont hier dan? Ik heb geen idee, maar die woont hier niet meer. Die is een paar jaar geleden vuist. Hey. Het huis staat open, zeg je. Mm-hmm. Nou, wil ik ook wel even binnenkijken. Kom maar even naar Lester's huis. Ja, kan je me even komen ophalen bij... Kom maar aan. Ik heb geen idee wat de het is. De... Wacht nou, ik kom even ophalen, waar ben je? Nee, laat mij alsjeblieft even rijden. Hallo? F01 is toch? Yo! Is mijn auto sloot. Yo, lekker man. Kom even naar Vincent zijn huis. Even kijken. Is er nog iemand binnen? Nee, er zit niemand in. Wat? Nou, we gaan er vandoor. Ja, zij zijn binnen. We gaan weg. We hebben alles toch? Nou, we hebben alles. Ga maar gewoon snel weg. Ik vertrouw er niet. Nee, ik vertrouw ze ook niet. Ga maar, pak maar een beetje een... Ho! Gaan we op de snelweg hier. Gaan we op de snelweg hier. Snelweg waar? Ja, hier links en dan hier rechts gelijk. Hier rechts. Maar wat doen zij hier dan? Ze komen ook al in een kanaal. Ik weet het niet. Allemaal even aan de andere kant. Hij heeft net iemand gebeld om te zeggen dat ze naar dit huis moesten komen. Ik weet niet wie het is. Maar... Ja, volgens mij gaat er een Luma. De G-klasse of Luma zijn allemaal bijna hetzelfde, maar... Gaat jullie kant op. Tenminste, ik zie niks achter ons. Ja, zorg ervoor dat er niemand achter je aan zit en dan gaan we even naar een rustig plekje toe. Wil jij hem dan niet ophalen, Ben? Ja, ik wil me weg. Ja, ik kan je niet ophalen. Maar sowieso is het best raar dat ze zeggen van, wat doen jullie? Ja, jongens, dit zijn toch allemaal huizen? Ja, wacht. Ja. Het zijn letterlijk gewoon Luma's. Mm-hmm. Niemand achter jullie, jongens? Nee, ik zie niks. Nee. Oké, okay, top. We gaan maar even hierheen. We gaan het af. Oké. Spreek met z'n allen.
Ga maar naar postcode 720. Is dat genomen? Ja. Ja, het is een ding op aan, hè. Maar dan al 187. Nee, 720. Oh, wat is dat? 720. Oh ja, ik kan kijken of het is. Ik hoop dat het goed voor mijn bodycam is. Was? Ja. Qua. Oh, het noorden. Bedoel je alvast? Mm-hmm. Noorden van de stad. Anders kies je gewoon snel een andere locatie. Mm-hmm. Ja, ik ga niet te snel, want straks gaat alles doorheen. Ja, het beweegt al een beetje weer achterin. Ja, daarom. Dan ben je ook niet te snel. Zo. Ah. Zo. Mooi plantje hebben we bedacht. Oh. Mooie appeltje hebben we al in liggen. Mooie dingen gepakt. Ja, ik hoop dat het werkt. In principe moet het wel werken. Want... Maar behalve als hij echt geen telefoon bij zich heeft of zo. Ja, en ik had maar wat we nu bij ons hebben, is bijna zo sterk dat we gewoon in principe hem kunnen trekken wanneer hij zijn telefoon uit heeft staan. Ja, daarom. Ja, anders moeten we toch maar een trekker op hem gaan plaatsen. Ja, dat denk ik ook. Als weet ik het ook inderdaad niet wat we dan moeten doen. Mm-hmm. We zijn er bijna. Ja. Ik ben wel blij met die busje hoor. We kunnen nog best wel veel meer nemen dan in de Luma. Klopt zo. Ja, die Luma kunnen we niet een hele... Het was ook een auto geweest. We hebben ook deze auto een beetje gekocht. Ik zie dat G-Wings op Blokpark. Ja, zorg er maar voor dat ze niet volgen en komen naar 720. Oké, waar wil je heen? Deze iets verder. Ergens verstopt. Maar dit was meer een keuze om iemand te ontvoeren, maar het is ook nog wel handig om spullen mee te nemen. Oh, de spullen, ik ga hier achter staan. Ja. Oh, volgens mij ging het bijna goed. Ik zag ze bijna kantelen namelijk. Wat kantelen? Ja, de spullen achterin. Oh ja. Oh, jij is even goed tegen nu, want ik ga een beetje... Ja, alles zit een beetje tegen elkaar, dus het valt niet zo snel. Ja. Nou, tank is bijna leeg. Dit is echt bijna leeg. Ja. Ja, ze zet de motor dan maar uit. Zet de motor uit. Ja. Jop. Hey, Kane. Kan je de deuren achterin even openzetten? Oh ja. Hebben jullie trouwens nu lek eigenlijk, jongens? Ik ben er bij 27. Waar moet ik er? Oh. 720. Oh. Ja, ben ik. Ja, we moeten even dan naar achter rijden. Staan we daar ergens verstopt. Ik kan niet meer instappen. Hey Wayne, ik zie er nog niet. Het is goed verstopt. Zet even de deuren achterin open doen. Ja, doe ik. Ja, het is hier zo warm. Ik zie al licht van jullie auto's. Heel even inspirus. Oh. Ja, zo is goed hoor. Als je er eentje open laat. Dat deze maar gewoon dicht. Ja joh, lekker. Ik kon er niet eens uit, Rick. Oh.
Oké, nu moeten we eigenlijk wachten tot de lama er is. Ja. Maar mijn tank is bijna leeg. Oh, is die luma eigenlijk van Damien? Wat? Ja, die luma is van Damien, ja. Jeez. Nee, tuurlijk niet. Ik dacht al, hij zegt dat tegen mij. Ja, ik moet achter in deze bus zitten. Wie doet die deur nou dicht? Jongen, niet doen. Straks, jongen. Als die lader opeens in de stad is, moet ik snel zo'n plaats. Ja. Is hij niet in de stad dan? Ja, we hebben nu zoveel apparatuur ingebouwd, dus het wel moet lukken. Ja. Of je helm op alsjeblieft. Je vest en je tas. Zo. Maar dit is echt handig ook om dingen in te vervoeren. Ja, mensen maken ons belachelijk, hè Ben, omdat we deze hadden gekocht. Ja. Het is toch wel slim. Ja, en ook niet duur. Nee, 18k zo. Ja, niet aan die deur zitten, Rick. Foei. Verder kan maken. Je moet je stembanden wat harder zetten, Rick. Ja. Ja, je fluistert. Oh. Ja, nu moet eigenlijk een... Zal ik even kijken? Ik weet niet. Kijk, ik ga het even over doen. Ik hoor je trouwens niet, Dan. Ja, nu wel. Vertel. Ja, nee, ik wou iemand bellen, maar die is op dit moment nog niet. Jongen, we moeten eigenlijk een iets verder. Jongen, wat is dat wit? Wat is dit blonde haar lelijk? Oké, Dan. Jongen, je hebt toch altijd ander haar? Ja, laat me lekker. Jongen, dit is. Zo lekker gekleurd. Dit is, jongen, jouw hoofd erbij. Mijn hoofd is nu nog mooier. Nou ja, ik vind jouw haarkleur ook niet de beste, maar. Ik zeg er natuurlijk ook niks van. Nee, maar we moeten even. Een verder plan maken, want we hebben nu dit allemaal ingesteld dat het allemaal gaat werken. Maar stel, we hebben straks een locatie, wat gaan we dan doen? Ja, wat gaan we dan doen, jongens? Ik denk dat het beste is, wat mijn idee lijkt, dat er één luma voor ons busje rijdt en één achter. Mm-hmm. Mochten we die Lano hebben, sowieso. Want we zijn, staan nu twee luma's, toch? Als ik het goed heb. Ja. Dan, oké. Dan, Rick gaat dan als voorzitter rijden in de bus. En dan achter gaat iemand anders. En ik rij in dit bus hier. Ben zit achter. Want Ben is gespecialiseerd in dit gedoe. Ik noem het gedoe, want ik weet het nooit eens. Met deze computers en de locatie trekken. Dus Ben zit achterin. En ik rij in dit busje. Jullie taak is eigenlijk om mij ons eigenlijk te vervoeren. Zoals een escort. Zodat wij niet straks worden, mocht er iets gaan gebeuren, dat wij... worden gepakt of worden beschoten door mensen in één keer. Het zou wel raar zijn als dat gedaan. Maar het kan zo zijn dat die Lano iets anders heeft verzonnen. Iets heeft gedaan waardoor die andere vrienden heeft gemaakt. Met bijvoorbeeld vuurwapens. Dus daar moeten wij rekening mee houden. Dus ik wil graag dat jullie ook een escort houden. Eentje voor en eentje achter. Mensen met vuurwapens, dat weet ik bijna 100% zeker. Wat? Ja, dat die mensen heeft met vuurwapens. Hoezo denk je dat... Nou, omdat hij het letterlijk de vorige keer tegen me heeft verteld. Ja, dat geloof je. Dat geloof jij, die Lano? Nee, weet je wat het is? Kijk, ik zeg de Lano is één fucking leuke. Ja, ik weet bijna 100% zeker. Maar... Jongen, die Lano is de minst persoon die een vuurwapen kan krijgen, kan ik je vertellen. Nee, hij heeft zelf geen vuurwapen, zeg ik toch? Ja, maar überhaupt vrienden krijgen. Iedereen ja, heeft ik weet het, maar... Ik kan hem niet te vriend houden. Maar ik ben blij dat jullie allemaal hier staan. Dat we de mensen alle kunnen doen. Ja, we moeten als Stijn even ook in de stad komt. Senna komt sowieso niet, denk ik. Nu is het alleen wachten op Dilano dat hij in de stad komt. Mag even, ik ga even een gemeente vragen. Ik heb het ook al gevraagd. Ik ga eerst nog iets in mijn hoofd doen. Voor de mensen die erbij zijn, superleuk dat jullie er nog steeds bij zijn. Heb je nog geen duimpje omhoog gedaan? Vergis ik geen duimpje omhoog te doen. En ben je nog niet geabonneerd? Vergis ik ook niet te abonneren. Dat zou ik super tof vinden. En we gaan straks richting die 4000 afspeelinstanties. En dat betekent dat ik dat ik dan eventueel gebruik zou kunnen maken van de prachtige community post. En dan kan ik ook meer interactie met jullie krijgen. En dat is natuurlijk wel wat ik super leuk zou vinden.
Ja, jongens. Ik ben er weer, maar ja. Nu wacht Stijn komt ook de stad in. Dus dan, ja, moet wel goed komen. Mm-hmm. En als de lader niet in de stad komt, ja, hebben we alles voor niks gedaan. Nu was ik nog gewoon in een garage met de spullen alles erbij in. Met een goede slot. Ja, klopt, mm-hmm. Maar dan, ja. En die de ramen, dus ik kan niemand naar binnen kijken. Ja. Nou ja. Ik hoop dat hij elk moment in de stad komt, want anders zit hij. En we hebben ook nog dat doek hier liggen, hè, jongens. Dus het zou, heel zou gewoon makkelijk kunnen dat we die doek ook over de spullen heen leggen. Ja, precies. Dus ja. Maar dan kan ik denk ik nu beter heel snel richting het tankstation gaan dan dat ik hier blijf staan. Ja, doe dat even. Dus jongens, we gaan naar de tankstation. Zal ik even andere achterin zitten, zodat de spullen even veilig blijven? Ja. Oh. Waarom ga ik hierheen? Ja, jongens, jullie kunnen op zich wel gewoon hier blijven, denk ik. Oké, is goed. Kom. Ik zit hoor. Het is echt lekker, hè, dit eten. Oh, wacht. Wut. Oh jongens, ik zie het. Ik zie het. Wat is dit? Hoezo doet hij het niet? Een moment jongens. Waarom doet hij niet wat ik wil doen? Nu wel toch? Wacht. Waarom doet hij het niet jongens? Waarom doet hij het niet? Wacht, er is iets anders. Ja, kijk. Nu doet hij het wel. Als het goed is. Ik hoop het. Goed dat... Is niet erg als jullie mijn dingen zien hoor, jongens, maar... Dan is het gefixt. Als het goed is. Ik wou net zeggen. Oké. Okay. Sorry, waar ga ik heen? Ik moet trouwens de andere kant op. Ja, ik laat hem even luchten. Ik heb het wel. Ik heb een offroadband onder gezet, dus dit moet lukken. Waarom gaat die deur niet dicht? Ik heb geen idee. Ik krijg hem niet dicht. Maar zo. Maar nee, dat zal wel. Ja. Je gaat over dit? Denk je? Ja? Redden we dit helemaal daar naartoe? Ik hoop het. Ik ben alleen wel een beetje bang voor. Doe snel die deur dicht alsjeblieft. Die spullen vallen bijna eruit. Ja. Ik doe hem even dicht. Ja. Zo. Als goed zit hij nu wel dicht. Snel jongens. Ik hoop echt dat we het redden. Bang voor dat we dit niet redden. Gaan we het redden? Ik ben hier heel bang voor. Is er aan mijn been, dus dat? Nee. Dan kun je niet forceren om in dienst te gaan. Oké, dit moeten we redden. Al ben ik echt bang voor. We zijn er wel echt bijna. Ga je al naar achter of niet? Nee. Maar... Nu wel. Ja, nu wel. Ik denk dat we nog echt nog net redden. Ja, anders moeten we het laatste stukje duwen. Of nog net niet. Wee. Ja, kan nog even. Hij kan nog. Dat lukt nog best goed op zich. Het is niet dat je helemaal naar achter rijdt.
Ja, ik ga duwen. Stop even uit. Oh, nee, niet. Kijk. Dus je moet het ook lukken. Dit werkt wel goed op zich. Ja, alleen komen we 10 uur later aan. Ongeveer, jongen. Dit gaat nog beter dan ik dacht. Ja, normaal gaat het echt heel slecht als je duwt. Nou, nee, dat heeft geen nut. Nou. Volgens mij niet de eerste. Maar we gaan nog niet achteruit. Stoppers? Nou, ik weet niet. Volgens mij is dat niet goed zo. Kom op. Meestal gaat het veel slechter met auto's. Mm-hmm. En verder zit alle benzine in. Oh ja, trouwens, kun je die benzine van die generator erin? Hey, het gaat sneller dan 1 keer. Wacht even. Oh. Dat is niet handig. Nee, dit is echt niet handig. Ik ga de spoor ook wel even maken. Oh. Hij blokkeert ook telkens de wielen achter. Maar we hebben een speedo, dus die gaat snel. Mm-hmm. Je moet gaan, anders hier gaat links gewoon over rood. Ja, dat wil ik ook doen. Dan zijn we een beetje sneller. Zie je die vogel hier ook? Ja. Echt een grote vogel. Mm-hmm. Zo. Oh. Wat doe jij? Ik ben nog aan het duwen. Wat doe jij? Wat doe jij? Ik ben aan het duwen. Ga van mijn dak af. Wacht even, stop even. Stop even met gas geven. Ja. Wat deed jij? Ja, ik weet het ook niet. Dit is wel lekker chilling hoor. Mm-hmm. Het is best zwaar dit trouwens, besef ik. Ja. Ja. Maar we zijn sterk, hè? Teamwork. Ik had echt verwacht dat het nooit zou werken. Hé, hey, papegaai! Waar? Hier. Links. Wacht, stop eens, ik wil meenemen. Oh, zie je een papegaai. Papegaai in een doos. Hm. Kijk, we kunnen al tanken, denk ik. Wil je nog geld pinnen? Nee, hoeft niet. Ik kan pinnen. Okay. Ik ga even die papegaai voor inleggen. Niet instappen. Waarom lijkt het alsof de bus naar achteren gaat? Oké. Okay. Misschien is de lade... Nee, dat is nog niet. Hebben jullie meer mensen bij nodig, denk je? Wat? Hoor je mij? Ja. Hebben jullie meer mensen bij nodig, denk je? Denk niet. Ik denk dat het dit wel lukt. Heel mijn auto is ook ja, vies nu. Ja, er sowieso nog iemand anders. Dus. Ja, dat is niet zo erg, toch? Nee. Gelukkig heb ik overhoop banden. Mm-hmm. En hebben we dit samen kunnen doen? Ja. Nee, het is wel dat het trouwens zo lang duurde, want we moesten die hele bus duwen. Waarom hoor ik de porto niet? Nee, ik hoor ze helemaal niet zeggen about. Zo. Is in de goede. Trekker. Hé, hey, die heb ik ook.
Als enige van de stad. Ja. Is er nog iemand in de porto? Yes. Ja. Ja. Oh ja, er zijn niks. Dan ga je even stuk doen. Ho, wat is dit? Ja, dat is mooi, joh. Oei, ik wil wel mee. Daar gaan we weer. Dan komen we er weer aan. Goed. Oh, maar nee. Nee. Wat? Ja, stop maar met rijden. Je moet me duwen. Ja, de tank doet het weer niet. Ja, dan gaan we achteruit. Ja, dan gaan we maar achteruit, hè. Heb je nog genoeg geld? Ach, mijn geld zit hierin. Ik had 200 plus op zak. Ik heb 30 euro bij me. Nee, hier is bank tegenover. Winkel. Bankwinkel. Ja, daarom moet. Gefeliciteerd, Chris. Ik hoop dat je het niet tegenaan hebt. Nou. Maar tank is echt maar helemaal leeg. Ja, maakt niet uit, joh. Gewoon tanken. Binnen bedoel ik. Ja, ik moet even Ik ga wel alvast achterin zitten. Zodat... Yo. Ik ga even achterin zitten alvast. Dat kan niet. Dan ga ik wel eens even voorin zitten. Dan ga ik eens er eerst voorin zitten. Even kijken. 400 opnemen. Zo. Ik ga dan vast voorin zitten. Sta maar in. Wat doe jij? Ja. Ik spring er lekker op. Even lekker tanken. Nee, ik ben van plan om Dilano G te vermoorden. Dat is dat moest ik. Jordi Blanco. Ik weet dat Jordi Blanco dood is, maar straks weet ik dat niet. Maar die wil Dilano hebben. Echter, Dilano komt ook niet op dagen. Dus we zijn ook een beetje klaar met het gedrag van Dilano. Vandaar dat we hem vandaag willen vermoorden. Echter zijn er steeds niet in de stad. En hij weet dat wij hem. Hij is in de chat geweest, dus hij weet dat ik dit wil doen. Maar alsnog, daardoor komt hij waarschijnlijk ook niet in de stad. Maar goed. Maar Piet, ik weet heel de situatie met Jordi en Piet niet op dit moment. Dus ik denk dat Jordi op dit moment nog leed als karakter. Dus ja. Alleen, nu is het ook een beetje wachten. Ik ga ook even. Even kijken. Wacht, gaat hij nu ook hierheen eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik weet niet of jullie dit nu zien. Nee, jullie zien het niet. Top. Dat wilde ik even weten. Of jullie het zagen of niet. Ja, alleen ja, dat weet ik niet, Owen. Of die dood is. Dat weet ik gewoon niet. Dat weet ik gewoon niet. Even kijken hoor, is er nog iets bijzonders gebeurd? Heb ik een bijzonder appje gekregen of zo? Ik krijg niet bijzondere appjes, dus waarschijnlijk niet. Even kijken. Nee. Ik ga snel zetten voordat hij het weer niet doet. Ik zat even lukt niet, jongens. Het is wel een beetje lang. Ja, kijk die bodycam maar terug. Het ging echt heel slecht. Je hebt de vogel aangereden. Hoeveel de deur dicht? Gaat er nog omweren. Bij mij is de deur dicht. Klopt. Oh, klopt. Dan mag hij nou niet gelukken. Ik heb het gevoel alsof een goden zijn die iets hebben gedaan. In een keer weg. Hm? Ja, dat is in een keer weg. Ja, toen ging je zo weer over.
heb geen idee, Medi. Ik moet in mijn merchandise komen. Ik word zojuist gebeld. Maurice, als je kijkt. Mr. Maurice kijkt. Sorry, ik kan niet opnemen. Moet je even een voiceberichtje doen. Dan kan ik wel even luisteren. Voor de mensen. Ik heb een vriend. Die heeft ook een beperking. Daarmee doe ik ook Radio Scout Twente. Echter kan hij niet helemaal lezen, slash schrijven. Vandaar dat wij via WhatsApp praten, via audioberichten. En bellen. Dat is hoe wij communiceren. En dat is ook fijner, want dan kun je ook beter verwoorden. Want soms bijvoorbeeld met chatten is dat helemaal niet zijn. Is helemaal niet heel fijn. Ja, of er is binnen het ook een ander scenario bezig en die. Wayne voor Damien en Matteo, waar zijn jullie nou weer heen? Oh, hier. En Matteo? Jongen, Matteo, ga gewoon normaal staan. Sorry. Ja, ik flikkerde. Het spijt me. Wel een mooie bus, jongen. Mooie bus, jongen. Zo staat het wel goed, hoor. Au. Kijk. Als je even de motor uit doet. Oh. Ik kwam met mijn kruis op jouw deze moet even dicht blijven. Ik zou je zo graag willen natrappen, maar dat gaan we niet doen. Hey, dat gaan we inderdaad het is natuurlijk niet doen. Ga je mensen beginnen met laat die link even dicht staan. Ja, ik doe zelf wel dicht. Ik vind dit jongens. Ach, zo. Die laat nog steeds niet in de stad. Nee. Waar is Damien? Ik zit ergens neer. Nee, Damien, kom heel vervelend. Heel vervelend dit. Oh, wacht, ik kwam er. Waar is je nou? Ik ging toch stoppen met roken. Ja, maar ja. Even kijken of ik toevallig een mailtje heb. Ben, die stopt nooit met roken. Toch wacht even. Dus. Net als mij. Nee, dat is niet het enigste hoor. Ik neem mijn jointjes. Ja, ik neem ook goede jointjes, ja. Altijd echt, lekker. Kijk, ja, een van mijn formulieren. Ja, zeker, die ken je op dit moment in de stad. En dat is heel vervelend. Zo. Want elke keer als ik in mijn titel heb. Nou, maar. Dat ik eentje, iemand wil vermoorden, joint, dan weet diegene dat ik hem vermoord. En dan is hij niet in de stad. En dat weet Dilano ook goed. Elke keer als ik in mijn titel op staan, dat ik iemand wil vermoorden. Politie. What the fuck? Wat doet de politie hier? Wat is dit? Wat is dit? Nou, waarschijnlijk vechtmelding, dan moeten jullie weer zitten te slaan. Ik niet slaan. Hallo. Je moet je wel even afstouwen. Ja. Bedag. Oh, dat is goed. Wat is dit? Ik ben zo niet. Wat is er aan de hand? Goeiedag, ik zou me even voorstellen. Robert, politie Roeveen. Hallo. Dit is mijn collega Maurice. We kregen hier een melding van gevecht met een handwapen. Oh. Ja, ik heb alleen een appeltje geschild met mijn mesje, maar nee, dat is hier niet gebeurd. Nee, nou, toch gaan we even een kijkje nemen. Oh, dan zou ik me gewoon even hier tegen de deur uitstaan. Ah, dit ligt niet iets aan mij. Ik ga de sleutels pakken. Jongens, ik ga er even een stukje weg gaan dan. Ik weet aan wie dat ligt. Ja, ik wil mijn mes nu echt niet kwijtraken. Ik ben me too. Ik ben ook aan het wandelen. Ja, kom je maar gewoon heen. Oh jongens. Jongens, ik heb hier zo geen zin in. Nee, ik lig in de bossen. Doem, 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 doem. Oh, maar ik vind ze niet hoor.
We zijn aan het kijken met zaklampen. Kijk, jongens. Oh my god, jongens, ik heb hier zo geen zin in. Maar ik wil helemaal shit die. Oké. Kijk, ik zit in de bosjes, jongens. Jongens, ik heb mijn wapen wel gedropt onder die vrachtwagen, maar... Gebeld door Stijn. Die kan je nooit meer oppakken, wat ben je weer dom. Nee, ik heb niet zo ver gegooid. Oh, zo, ja. Maar ik ben alsnog in een bosje gevlucht. Porto check. Ja, ik zit ook in een bosje. Maar Stijn, er zit politie hier op het terrein. Kut, ja, sorry, ik dacht, ik wist niet waar je zat. Dus ja, porto check. Ben, al je apparatuur, verdorie. Ja, ik weet het. Heb je de bus op slot gedaan? Maar ik ben bang dat de politie ook helikopters en zo gaat nu gaat roepen of zo, weet ik veel. Nee, deuren zijn niet. Dicht van de bus. Ik heb ze zojuist dicht gedaan. Wacht, ik ga hem van binnen op slot doen. Een agent gaat nu bosjes doorzoeken. Hij komt richting jou een beetje, Matteo. Ja, ik kom. Hij ziet jou. Ik ga naar de weg rennen, ik ga naar de weg. Ja, ik ben dicht bij de weg. Stijn, kom ons ophalen. Stijn, kom ons ophalen. Postcode 720. Postcode 720, heel snel. Ik zit hier ook niet veilig. Ja, ik ben... Ja, ik kan mama één iemand meepakken. Ja. Ja, god. Wat god. Heb je geen vierpersoonsauto? Ja, we zijn met zes of zo. Ja, ik heb geen fucking vierpersoonsauto of zo. Handig om die wel te halen. Ja, ik zit hier aan de overkant van de weg. Ja, ik zie wel wie ik vind. Aan de overkant van de weg ga ik hier op het bosje zitten. Weet je wat ik doe? Ik rij gewoon een paar keer op en af en dan zet ik jullie eens veilig af. Ja, is goed. Oké, jongens. Oh, kut, Rick. Daar moeten we ook nooit met elkaar gaan slaan, hè, jongens. Nooit zo slim. Daarom, ja. Ja, wat is er gebeurd dan? Ja, er zijn hier twee politieauto's ingegaan naar het terrein. Omdat ze begonnen te slaan. En ja, lekker dacht dat hij gevecht was. Nee, ding zat de Rick had ding oorspronkelijk. Maar ze weet volgens mij echt niet waar we omheen zijn gegaan. Nee, ja, maar ze hebben... Rick had Damien oorspronkelijk. We zijn op 700 meter. Waar ben jij, Damien? Even niet zo veel in de bord. Damien, waar ben jij? Nee, zijn ze aangehouden. Ik ga hem even bellen. Ja, wacht even. Ja, ik kan kijken of ik iemand anders kan bellen om ons op te halen. Ja, maar straks krijgen wij allemaal weer een VTA, geweldig dit. Ja, wie moet ik... Ja, ik rij nu al postcode 720 aan die... is het ook? Ja, ik zie politie staan. Zit iemand op het veld? Nee, ik zit aan de overkant. Van de weg. Aan de andere kant van het terrein. Ik bedoel... Ja, wacht, stuur maar locatie. Niet aan de kant van het gebouw, maar... Volgens mij zie ik zijn rijden. Ik sta even stil achter een bos, dat de politie me ook niet ziet. Ja, ik kan even kijken. Ja, als iemand stuurt me een locatie, dan kan ik degene al kan ophalen. Maar probeer een beetje weg van de politie, want... Ik kan vragen of James een vierpersoonsauto heeft, dat hij ons handen kan ophalen. Ja, allemaal kan niet, want als jullie met zes zijn... We zijn met vijf mannen, als jij één iemand ophaalt... Ja, ik kan in iemand komen ophalen, dan moet die één iemand even mij een locatie sturen, anders weet ik het niet. Ja, we gaan naar postcode 720. Ik sta daar al. Nou, ik zie je niet hoor. Nee, ik sta ergens anders. Ga je gewoon op die weg dan, ga je gewoon op de weg dan. Ja, ik sta op die baan. Op de weg. Ik zie je, Stijn, ik zie je. Gewoon bij de postcode staan. Ik rij iets achteruit nu. Sta je op de vluchtstrook of zo? Nee, ja, zoiets ja. Ja, ik zie mij lopen, tegenover je. Tegenover mij. Ik ga nu een bosje in. Wacht, ik rij even. Stuur mij even op een locatie daar dan. Ja, ik ben net tegenover je. Ik ga tegenover u. Ja, stap dan in hier. Hier. Ja, hier, kijk. Stap in. Blijf nog even verstopt. De agenten gaan momenteel weg. Ja, ze zien mij denk ik heel duidelijk. Stap in. Ja, ik heb daar een opgepikt. Een nieuwe locatie straks hebben. Ja, ik zie ze inderdaad weggaan. Verdorie, nee, ja, politie achter ons aan zeker. Nee.
Ik heb een vraagje, hoe kan ik met mijn tegenstander... Ja, ga maar terug. Mijn F1 speer werkt niet. Oh, ja. Nee, op de T-speer motor, kan dat niet. Ja, maar het is echt ga gewoon het terrein op. Ja, weet dat je nu achter jou aan gaat? Zijn er nog 3 agenten? Nee, maar ik doe helemaal niks. Nee, 2. Nee, ga terug maar, dan. Ik rij in de ja, noemen. Wacht heel even. Ik laat er zeker dat er geen politie is. We zijn allemaal weg nu. Waar sta je? Dank je oppikken. Nee, joh, blijf gewoon aan de overkant van de weg. Een beetje naar rechts, beetje naar rechts. We zijn weg. We kunnen gewoon terug gaan. Nee, we moeten sowieso een andere locatie pakken. Oh ja. Ja, ik moet mijn bus pakken, want daar zit al een apparatuur in. Dat zijn mensen van Luma die daar... Ja, ga naar je trein. Dan, jij moet eigenlijk even... Ja, ik moet mijn apparatuur pakken. Ja. Ja, waar doe ik? Ja. Ja, ik wil even in mijn Luma rijden. We hebben allemaal dingen gedaan, Stijn. Ja, rustig. Dan kijk even of alle apparatuur er nog in zit. Oké, jongens, daar gaan we. Daar gaan we, pak even mijn. Ja, rustig, ik ben even in de locatie opzoeken. Nee. Jongens, staat hier politie. Jongens, er staat hier letterlijk politie. Waar? Ja, kom op maar halen, nu snel. Daar staat hier letterlijk politie. Ja, ik kom. Ja, kom halen. Spie snel. Andere kant. Ja, die andere doen maar rij wel even door. Rij even terug naar de baan. Oké, kom. Ja, maar die politie heeft toch niks? Ja, nou. Ja, we kijken wel. Zit hier niet voor niets te controleren, hè? Staat de bus er nog? Ja, dat is het probleem. Ja. Blijf maar hier in de buurt, blijf maar hier in de buurt. Daarvan gaat hij sowieso het kenteken controleren. Ja, ik heb straks een VTA. Ik heb straks een VTA 100%. Ja. Ja, daarom. Ga draai om. En ja, we moeten dat busje is het belangrijkste, jongens. Dat busje is echt belangrijk. We moeten terug. Ja, wij gaan terug met Denderbaai, dus komt goed. Zijn de wapens van jullie afgepakt of zijn jullie gecontroleerd? Ik ben niet gefouilleerd, volgens mij hij wel. Demi, je bent echt heel zacht. Kijk, er zijn politie, er zijn nog steeds politie. Ja, maar heb je een wapen? Ja, nee. Ik ging gewoon neer anders. Ja, er ging daar 1 politie uit dienst, dat is het enige wat ik weet. Dus waarschijnlijk blijft hij daar nog wel of gaat hij zo uit dienst. Gaat hij dus ook de stad uit. Er zijn 7 agenten wel. Hij volgt. Ja, politie komt nog. Ja, politie komt deze politie kant waarschijnlijk achter ons aan. Ga gewoon doen alsof we nesteloos zijn. Ja. Kan die agent ook gewoon neersteken, weet je? Ja, je kunt dit terrein toch hierop of niet? Ja, dat kan. Ja, we gaan ze weer zorgen dat ze ook moeten. Ja, ga hierop dan. Ga hier lang. Ga je heen. Als ze ons hier gaan volgen. Wat doe jij? Parkeerplaats is dit. In een parkeerplaats. Ze zijn heel ze rijden rustig niet. Langs je aan het rijden. Ja. Ze rijden richting Davelo. Ja, wij zijn op postcode 929 momenteel. 100%. Ja, wij hebben de bus, denk ik. Ja, prima. Wij rijden postcode 929. Ja, zoek even een eigen locatie waar nooit iemand komt. En gewoon niet tegen elkaar gevechten, jongens. Nou, daar ben ik al vlakbij. Demi, je bent hier. Ik versta echt helemaal niks van. Ik weet niet wie er praat, maar... Ja, Damien, die praat zo zacht als een muis. Ja. Jongen, alle ramen zijn eruit. Jongen, alle ramen zijn eruit. Ik heb hier een locatie waar echt niemand komt. En toch is het best een... een rebel-plaats. Jongens, alle ramen zijn eruit, hè? Ja, zitten ze niet gewoon dicht? Nee, ze zijn letterlijk kapot. Voor mij niet. Het glas ligt lekker binnen. Voor mij zit er is iedereen. Oh, ik zie hier 1 Luma staan. Ja, we hebben net die bus opgehaald. We gaan nu... volg mij maar Dan. Kom naar postcode 931. En zorg dat de politie niet volgt. Nou ja, we komen eraan. Is dat niet een beetje te druk dan? Nee, hier is ik heb echt hier niemand. Ook een hele goede locatie. Hey Dan, volg even. Nee, ik meen het, hier komt niemand.
zeker, jongens. En ook meerdere locaties om hier weg te gaan, voor als we toch gepakt worden of zo. Ik vind dit echt een prima locatie. Alleen heb ik hier wel heel veel lek. Ja, dit is wel goed, denk ik. Ja, hier is ook zo'n groot paal. Misschien dat we daar ook nog mee iets kunnen. Oh. Kijk, er staan gewoon gebouwen en zo, maar niemand komt hier. En hierachter is volgens mij nog iets. Ik ga even kijken. Kijk, en nog een garage en alles. Dit zou ons huis moeten worden eigenlijk gewoon. Ik heb dit echt al een hele... plaats. Ja. Oh my. Mijn tank is ook bijna leeg. Ik heb dit echt... Hij reageert gewoon niet. Mijn game is gecrashed, jongens. Mijn game is gecrashed. Mijn game is gecrashed. Mijn game is gecrashed. Hij is ook gevallen. Brrr. Maar de schijf is gevallen. Dat zie ik nu. Of niet? Nee, is niet gevallen trouwens. Maar... Mijn game is gecrashed. Mijn game is gecrashed. Voor de mensen die dit ding kijken, mijn game is gecrashed. Top. We starten hem weer op. Denk ik dan. Ja, ik weet het ook niet. Doet dit ook weer zo irritant. Heel vervelend dit. Oh, echt. Ik word nu al moe. Wat hij niet wil doen. Wat hij moet doen. Doe het nu gewoon alsjeblieft. Dankjewel. Oké, nu doet hij het wel weer als het goed is. Ik hoop het maar. Zo. Die Rano G wordt vermoord. Ik ook wel even geleden. Ik weet niet wie het allemaal zijn gejoind in mijn Discord. Ik zie dat Xenon is gejoind. Super tof dat je bent gejoind, Xenon. Even kijken. Oké, dat doet het weer. Top. Oké, we zijn weer terug, jongens. We zijn weer terug. We zijn weer terug. Jala. Oh, jongens. Nou, was ook weer een mooie avontuur. Hè, dit. Prachtig avontuur. Ik ben eruit. Geweldig. En ik weet niet waar ik nu ben. Ik denk niet meer in mijn bus. De bus is kwijt. Maar dat lossen we dan wel via de inbound. Nou ja, verder is het voor zover ergens dat ook nou weer niet. Maar goed. Ik weet het. Heel vervelend dit. Maar goed, ja. Ik ben eruit. We gaan dit joinen gewoon. Of lig je bij, want ik heb de muziek zelf niet eens uitgezet. Oh, laat maar. Ach. Ik dacht ik niks had gedaan, maar blijkbaar wel. Oké. Okay. Oh, moet ik niet doen. We wachten even op totdat we dit gewoon weer kunnen doen. Ah, jongens. Heel vervelend dit. Ik denk dat ik dat ook denk dat er iets was met mijn internet of zo, dat hij een beetje raar deed. Maar goed. Ja, moet je even wachten. En daarna is ook nog niet, dus dat we er helemaal niet heel veel kunnen doen. Althans, was wel een beetje leuk, maar goed. Dus dan even wachten op dat, hè. Zo. Hey, mijn bus staat er gewoon. Ik had echt verwacht dat die weg zou gaan, maar... Hier hebben we. Ik was hersens. Ik inderdaad echt alle hamer eruit. Mijn hersens, ja, mijn hersens waren. Ja, ik hoor het al.
Tom. Jawel, finish. Ik kom in de stad. Dus gelukkig wat harder wegen. Ja, soms is het heel veel lekker en soms niet. Ik heb eigenlijk helemaal, ja, ik met jongens, jullie vragen heel veel over de computers, maar het is mijn eigen computer niet. En Noord is nooit fijn voor mij. Als het niet echt op de locatie is, dan is het niet zo erg. Noord is nooit fijn voor mij. Komt iemand aanrijden, zijn jullie dat? Maar jongens, Noord in... Oh, ja. Oh. Ik merk nu zelf ook dat het echt niet fijn is. Jongens. Horen jullie mij? Ik heb nog maar één haan erin. Horen jullie mij via de porto? Oh, in de porto niet, nee. Is het er wel in? Jongens. We moeten even uit en aan doen. Ja, heb ik al gedaan. Nee, het is... Horen jullie mij over? Dory. Oh, wacht. Misschien is 141. Jongens, Noord is niet het fijnste voor mij om af te spreken eigenlijk, maar goed. Wat? Ja, bodycam. Het is niet dat ik het heb, maar... Oh, ja, boeien. Ja, nee, niks boeien. Ja, moet je een betere hersenen hebben, maat. Echt, hè? Jongen. Wat jij daar geld voor hebt. Sorry. Stop maar. Jongens, doe allemaal iets zodat hij goede hersenen kan kopen. Alsjeblieft. Is veel beter voor jullie. Wat moet ik doen dan zodat hij goede hersenen kan kopen? Ja, de mieren. Wat is ons plan nu? Ja, ik wil even bespreken. Als Rick even hier komt. Ja, hier ben ik al. Ja, zie je mij? Ja, jongen, waarom heb jij je tas om? Ja, doe je tas om. Omdat ja. Ik daar mijn mesje in heb. Anders jongen. Ben ik illegaal. Doe heel veel in je broekzak dan. Illegaal. Ja, zet die tas even op de grond. Zet die tas even op de grond. Het ziet er echt niet uit. Het ziet er echt niet uit. Het ziet er wel uit. Jongen, niet slaan, niet slaan. Ik heb de politie oprecht. Ik steek je neer. Ik ook. Wat is Stijn er weer aan het doen? Die probeert Matteo te kussen ofzo. Eeuw! Zeker, ga jij nu een piet trekken, man. Oh, sorry. Jongen, ja, oh my god. Steek je echt neer, wat echt gek verhaal. Ja, jongen. Dankjewel. Iets ook ben zo schelden, AUB. Ja, jongen, Ben moet weer beginnen, hè, met een rot opmerking, hè. Yep, dat vind ik ook. Werden dat hier over 10 minuten politie staat? Ja, ja jongen. Fucking hunt, u. Wij doen hier dus echt niks verkeerd, hè. Nee, we zijn aan het praten. We zijn, Oké, dus. Ja. Ik ga straks, tenminste als je überhaupt in de stad komt, ga ik de laan zijn locatie. Ik ga die laan nog geen, alleen die zijn nog steeds niet in de stad. Vervelend is dat. Van verschillende bronnen hoort dat hij vandaag zeker nog in de stad komt. Zeker nog? Ja. En hoe laat is dat? Dus dat heeft hij toch gezegd, ja, tijd weet ik niet, maar dat heeft hij ook gezegd tegen mij dat hij nog in de stand komt. Vandaag. Ja, zeker als ik mijn bodycam heb afgesloten, ja. Zeker, 100%. Dat is 100%. Hij... Laat ik zo zeggen, elke keer als mijn bodycam iets met de titel heeft qua moord, is hij er niet. Ik ben benieuwd waarom. Maar ja, ik ga zijn locatie trekken. Gaat twee busjes daarheen. Even kijken. Je moet ons busje even repareren straks. Twee busjes, twee Luma's. En we zouden ook nog twee C63's kunnen doen. Ja, ik denk dat het nodig is. Dus... Ja, maar ik moet sowieso niet rijden dan. Ja, klopt. Oké, dan doen we gewoon twee Luma's, twee busjes. En dan ja, of Stijn redt in mijn C63. Ja, mij prima.
Ja, maar dan nee, want dan kunnen we geen twee Luma's meer. Ja, okay. Ik ga toch nog aan jouw Luma. Ja. Dimi rijdt in jouw Luma. Rukje rijdt in zijn Luma. Jullie twee rijden in busjes. Stijn en mensen hier drie. Ja, trouwens niet. Nee, we rijden. Denk eens even na, jongen. Ja, sorry. Ik zit bij je fucking Den achterin, ja, dus. Rustig. Den. We hebben één busje te beschikking op dit moment. Iemand. Nee, het kan wel trouwens. Nou, maar dan niet C360, gewoon twee Luma's en twee busjes. Dat kan. Ja, dan gewoon één C360. Nee, dat is toch niet nodig, jongen? Waarom moet je altijd zo overkill doen? Natuurlijk, ik ga die Lano G ga ik vermoorden. Dat is het plan. Alleen hij is toch steeds niet in de stad. Heel vervelend is dat. Nee. Dus, ja, nou, we gaan met die auto's gaan. Ja, ik hoor niks. Jullie horen op dit moment ook niet. Iets. Heel vervelend is het. Jordi wil hem toch hebben? Wat? Jordi wil hem toch hebben? Dus gaan we aan hem uitleveren of gaan we hem zelf pakken? Ja, dat is een goeie. Ik weet het gewoon niet. Ik wil ook natuurlijk eens contact hebben met Jordi. Waarom? Ik denk dat we hem beter aan Jordi uitleveren. Ja, nou ja. Oh, ja. Jongen, oh my god, Damien. Echt. Sorry, ik doe letterlijk niks. Jongen, echt. Je kunt het ook krijgen, ook echt. Ga niet op elkaar gaan lopen de inslaan. Jongen. Rick, stop je fucking mes weg. Ik doe echt letterlijk niet zo ja. Doen. Jongen. Ik dacht dat de mes in je tas zat. Ja. Ja. Ik heb ik naar de broektas gestopt. We gaan een bus omsingelen. Stoppen we in de bus. Rijd naar een locatie, steek hem neer, maak een foto, stuur hem door naar Jordi en dan zijn we klaar. We moeten foto's sturen, oké. Okay. Ja, tenminste, anders doen we het niet. We kunnen hem echt veel beter aan Jordi zelf afleveren. Ja, we moesten hem afleveren volgens mij. Ja, zijn dus dat is. Ja, hij zal deze avond er wel zijn, hoop ik. Maar ik wil ook geen contact komen met Kane, want ik heb al heel lang geen contact meer kunnen krijgen met Jordi. Jawel, je kunt me wel verstaan. Ja, verdorie. Maar net niet. Maar, ik heb ook al heel lang geen contact meer kunnen krijgen met Jordi, dus ik weet ook niet wat tussen dan met hem is. Of iets met hem is gebeurd of zo. Daarvoor zou ik denk ik Kane of Lucas moeten contacteren of zo. Ja, ik heb geen idee. Kane die moeten we hebben, dat weet je. Hoezo moeten jullie Kane hebben? Ja, Kane werkt niet meer samen volgens mij. Ze willen ze werken niet meer met elkaar samen. Nee. Wie werkt niet meer samen? De hele groep is uit elkaar. De Darkness. Nee, je hebt dat gisteren toch gezien. Ze moesten Kane ook hebben. Ja, maar ik snap er nog steeds niet heel veel van wat er nou allemaal is gebeurd. In één keer was het ook. Ik heb er nog niks over gehoord. Het is dat jullie het zeiden, maar... Ja, ze willen ook Kane moest ook hebben. Ja, ik heb persoon nog niks tegen Kane. Maar ja, ik ook niet. Maar waarom moeten we nu opeens Kane hebben? Was dat nu wel? Zij moeten Kane hebben. Ja, en dat betekent dus niet meer dat wij bij Kane omgaan. Dat vind ik wel echt wel een beetje zeverijk, maar ik ga nog wel met Kane om. Ja, precies. Ik denk dat wij ook mensen tegen. Kane is een goed contact, hè, jongens. Dat weten jullie wel. Oh, maar ik zou uit, Ben. Fucking Kane heeft ons nog iets aangedaan. En nu gaat je opeens zeggen van... Als wij voor Kane zijn, dan staat Kane die staat momenteel... Zo, wat is er eentje? Dat weet je. Ja, die Kane gaan, dan zijn we die anderen kwijt en hebben we alleen nog hulp van Kane, daar hebben we niet zoveel aan. Ja, maar wat hebben we tegen Kane? Niks. Ja. Wat heeft hij ons aangedaan? Hij heeft niks met ons we aangedaan. Hebben niks tegen hem. Enige wat hij heeft gedaan heeft is ons geholpen. Ja, ja, maar wij hebben niks tegen hem. Eén iemand die ons helpt of heel veel mensen die ons helpen? Dat is beter. Ja, ten eerste Ben, hij heeft Dan ook heel veel geholpen. Nou, dus ik vind dat wij hem nu ook wel kunnen helpen. Soms moet je ook gewoon... Dankzij Kane ben ik nu ook Ben, hè? Precies. Nou ja, maar... Als we met andere groepen gaan praten... Ja, je moet, nieuwe keuzes maken. Ja, dan nog. Ik vind het gewoon zever, maar ja. Ik vind dat wij Kane ook moeten gaan helpen. We moeten keuzes maken. We hebben nu die andere keuze gemaakt. Ja, maar ik heb nooit je keuzes kunnen maken. Ja, precies. Dat is het leuke. Je zegt wij, maar jij hebt die keuze gemaakt. Ja, ik heb die niet alleen gemaakt, maar wij met z'n vieren. Ja, vieren, maar wij niet. We zijn met zeven. Ja, we zijn maar zeven, ja. Maar waarom zou ik iets tegen iemand doen die mij nog nooit kwaad heeft gedaan en ons al helemaal niet? Dan help je niet meer met het project, maar
Kijk, het ding is, hij heeft 30 man achter zich aan. Als wij nu hem gaan helpen, hebben wij nog meer man achter ons aan. Maar weet, nee, maar, je zegt nu helpen, hè? Maar, ik wil hem niet eens helpen. Ik heb gewoon goede contact, dat is het enige wat ik zeg met hem. Hij heeft nog nooit iets aangedaan. Hij, ik vind wel dat hij onze hulp nodig heeft, ik hem wel graag wil. Als wij achter Kane gaan staan, dan staan wij achter Kane. Maar dat betekent dat Kane, die heeft eigenlijk zoveel niemand anders meer. Betekent dat wij de enige zijn die achter hem staat, dan... Jongen, niemand hoeft dat toch te weten dat wij Kane helpen. Als jullie dat dom gaan lullen, ja, dan komt iedereen erachter. Ja, precies Dan. Dus precies wat Dan zegt. Als wij als Mongool daarop aflopen, kijk, we helpen Kane niet. We kunnen hem het geheim gaan helpen, als hij dat wil toch. Ik heb met niemand op dit moment ruzie. Met Kane, met Jordi, et cetera, heb ik geen ruzie mee. We kunnen hem gewoon helpen op bepaalde vlakken. Dat we daarmee beginnen, überhaupt. Ja, maar we helpen wel met de andere gasten wel te pakken met die 30 man. Maar laat ik wel zeggen, hoe ik nu hier sta, komt allemaal door Kane. Als Kane er niet was, had ik hier nooit kunnen staan, hè. Maar we gaan Kane ook niet pakken, dat is zeker niet. Want dan mogen we mij ook gewoon mee pakken. Ik vind het echt zeker dat als we hem nu gaan pakken. Hij heeft dat ik Dan die altijd geholpen, hij heeft ons geholpen. Nee, wij gaan hem ook niet pakken, maar we hoeven niet per se. Ja, we kunnen eens kijken of hij onze hulp nodig heeft. We kunnen hem helpen of niet, maar gepakt gaat hij sowieso worden. Ja, maar niet door ons. Nee, niet door ons. Wij hoeven hem inderdaad niet te pakken, wij kunnen hem op de vriend houden, maar... Ja, op de vriend, we kunnen hem ook helpen. Ik wil hem op zich wel helpen. Ja, maar kijk... Ja, als het maar niet duidelijk wordt voor die anderen. Ja, als ik het niet, als jullie gewoon allemaal afspreken dat we gewoon niks gaan vertellen over iets, weet je, we hebben ook andere zaken waar niemand heeft zich over mee te bemoeien. Ik alleen met gewoon goede contacten met Kane en Jordi omdat ze samenwerken. Of werkt, ja, ik weet het allemaal niet, want ik hoor ook allemaal verhalen van jullie. Ik heb op dit moment helemaal niks tegen Kane en misschien dat het gaat veranderen als ik iets hoor wat Kane heeft gedaan, maar op dit moment heb ik niks tegen Kane. Dus ik wil hem best helpen over wat er allemaal is gebeurd. Nou, en als je in zijn eentje werkt, maar mocht er wel wat zijn gebeurd bijvoorbeeld, wat ik gewoon niet oké vind, ja, dan gaat het verhaal veranderen. Maar op dit moment weet ik niet wat hij verkeerd heeft gedaan. En tegen ons heeft hij ook niks verkeerd gedaan, dus maar het probleem is, je moet alles via twee kanten bekijken. Ja, maar wij gaan sowieso hun wel maar luister, laat me even uitspreken. Wij zijn nu letterlijk via één kant aan kijken en dat is hun kant. Misschien, wie weet, even, hebben zij het helemaal fout en Kane helemaal juist. Dan is voor mij al nu al klaar, want dan ga ik gewoon Kane helpen. Ik vind dat hij... Het is even night, Als het maar niet duidelijk gaat helpen. Als het maar niet te duidelijk maakt. Nee, maar ik wil hem wel gaan helpen. Kane, ja, dag van... Maar ik weet ook niet wat de situatie nu met Kane is, hè, jongens. We kunnen wel nu allemaal gaan dingen gaan zeggen, maar ik weet ook niet wat er met Kane op dit moment aan de hand is. Ja, ik vraag me af hoe misschien is hij nu ook wel dood. Als hij onze hulp nodig heeft. Ja, maar ik heb nog nul keer gezegd dat ik hem wil helpen. Eens wat ik zeg, dat ik niks tegen Kane heb. Dus ik wil hem ook niet vermoorden. Dat is enig wat ik heb gezegd. Nee, maar dat is wat jij. Dat was. Ja. Dat is, jij zei dat nee, wel. Nee, ik heb het over. Nee, ik heb het over. Ik heb het over Stan. Die zei net, ja, ik wil Kane wel gaan helpen, zeg je. Ja, maar daarvoor. Maar ik vraag me af hoe je wil helpen. Want. Jongen, laat me toch een keer uitspreken. Ik onderbreek mij 7000 keer in midden in mijn zin. Theo was aan het praten en jij praatte. Ja, nu doe ik het ook gewoon. Er zit 30 man achter hem aan. Hoe wil je hem helpen? Ja, nee, maar ik zeg toch niet helpen. Laat me even uit. Ik heb het ook niet over jou. Hallo, Stijn is degene die zei helpen, oké? Ja, laat me even uitspreken. Ik zeg toch, als hij onze hulp nodig heeft en hij wil dat, wil ik hem wel op sommige vlakken gaan helpen. Dat is wat ik zei. Ik zeg niet dat we hem nu meteen moeten. Als hij onze sommige vlakken? Ja, ga daar mijn vragen of zo, hè? Als hij ons een hulp nodig heeft of iemand zijn hulp. Ja, maar waar is het, Max, dat je wilt helpen dan? Ja, weet ik veel. We moeten toch eerst kijken wat... Als hij ons een hulp überhaupt nodig heeft. Ja, maar wat is het verste dat je wil gaan met helpen dan? Dat is echt een hele rare vraag als je nog niet eens weet wat zijn problemen zijn. Nou ja, we weten wel wat de problemen zijn. Er zit 30 man achter hem aan die hem dood wilt. Inderdaad, Owen. Ja, ik mag die inderdaad niet gebruiken. Die moet je niet gebruiken wat je zegt in de chat. Voor hun is dat niet zo simpel uitgelegd. Wat dan voor ons ik weet ook dat Jordi al dood is en dat er iets tussen de darkness is. Maar zelf heb ik geen idee wat er aan de hand is, in mijn karakter zelf. Nee, ik heb er nog niks over gehoord. Oh, dat ging fout. Ik heb nog niks gehoord, dus ik kan er geen oordeel over geven. Ik hoor ook nu allemaal nieuwe dingen qua karakter. Dus ik mag echt nog niks gebruiken. Als het verder gaat, gaat hij sowieso gepakt worden. Niet meer of ja, niet en daarom, als Dan Kane een keer kan bellen over te vragen wat zijn problemen precies zijn, kunnen we kijken, kunnen we bespreken met z'n allen. Zoals nu meteen al conclusies trekken, terwijl we nog maar één kant hebben gehoord, vind ik een beetje
Ja, onmogelijk. Gideon, dat zijn de Seven Knights. Dit is ook een goede kans om onze reputatie op te bouwen, hoor, als we met hun gaan samenwerken. Ja, maar nog. Je kijkt nu de punt vanuit... onze reputatie. Je kijkt nu vanuit ons. En dat je bang bent dat onze reputatie achteruit gaat. Dat moet je niet doen. Nee, dat wil ik niet, maar... Kijk, ja, dat zijn jullie is, wel nee, aan het doen. Kijk, het is voor ons gaat het nu, als we hun helpen... Want daar hebben ook mensen achter ons naar onze naam gevraagd, naar onze gangnaam, die hebben ook gezegd. Die gaan we waarschijnlijk ook doorgeven aan iemand. Ja, maar nee, ik zeg het ook. Dan gaan onze reputatie ook omhoog. Maar laten we nou niet vooruit gaan lopen, want straks is er helemaal niks aan de hand. Nou ja, we hebben het wel al gedaan eigenlijk. Want, Hebben jullie meteen ja gezegd, zeker? Wat? Nou, toen jullie werden gevraagd om te helpen. Ja, we hebben ja gezegd. Maar waarom hebben jullie geen informatie gezocht over wat er precies aan de hand is? Straks is helemaal niks aan de hand. Ik heb niet gehoord dat het überhaupt iets met Kane was. Ik heb gewoon gehoord de Mo en zo. Ja. En ik weet dat hun lullen zijn. Nee, we hebben geen kans. Daarom moet je dus eerst even de goede researchen voordat je iets zomaar kan. Maar als Ben niet weet dat het ook om Kane Smoke gaat, kan hij ook niet... Ja, maar dan moet niet, je het eens een keer aanvragen wie jullie allemaal zoeken. Ja, ze zeiden Mo en Zoon, zegt Ben toch? Dan, en daar hebben ze nog een extra naam gezegd. Ja, dan moet je dan zeggen dat. Ja, dan moet je zeggen dat ze er niet mee gaat helpen. Nou, dat is nee, heel vrij. Ja, ik nee, vind waarom? Het wel. Hoezo? Waarom? Ja, hoezo zijn er niet meer? Dus je hebt dat niet gezien, hè? Je hebt dat echt niet gezien met hoeveel dat ze daar stonden. Je hoort er echt de stad bang van. Tegen hun. Ja. Tegen vijf man of zo, weet ik wel. De hele stad zou ik ook niet geloven, want. Nou, 30 nou, man. Dat was toch de helft. Wij waren 3 keer de politie. En toen waren er 11 politie's. En wij waren met meer dan 33 man. Ja, en hoeveel hadden een vuurwapen? Misschien 2-3 personen? Nope. Nee, meerdere. Nee. Ik geloof 7. 7-8, dat zijn echt wel veel mensen, hoor. Ja, op zich. Is wel veel, maar... Misschien... Ja, tuurlijk kan helpen. Maar ik was met... De beste was er bij mensen van de dag, mis waren Nee, ik ga er ook mee bemoeien. Er waren echt heel veel mensen mee. Ik ga ook niet... Ik heb niks tegen Kane, et cetera, dus ik ga er ook mee bemoeien. Weet je, ik heb ook geen zin. Maar ja, ik zelf persoonlijk, als ik het zelf wil zeggen, ik wil er niet meer bemoeien met wat er met de andere mensen zijn. Weet je, we gaan er misschien zelf aan onder als we er mee gaan. Straks liggen jullie ook allemaal dood op de grond. Ik heb daar echt geen zin in. Dus ik ga niet me mengen in deze, in heel dit gedoe tussen Mo en Zoon en die andere mensen. Dat is gewoon eerlijk wat ik ga nu zeggen. Als er nog iets georganiseerd wordt, ga ik wel mee. Kijk, mag ik even zeggen, ik vind wat Dan zegt, hij heeft... groot gelijk, vind ik. Ten eerste, we hebben hier totaal niks te zoeken tussen deze gevechten tussen hun en Mo en Zon. Daar hebben we niks mee te maken. Nou, wij hebben zelf ook, of tenminste, Jen heeft beschoten gehad. Dus. Wij zijn beschoten door hun. Ja, maar dat is dat weet ik. Maar is het dat je nu nog terug wil pakken? Of is het gewoon even, weet je, je maakt ze nu alleen maar nog maar erger, hè? Om achter ze aan te zitten. Straks lig jij echt nog dood hier op de grond. Ja, als straks wordt daar vanuit geschoten of zo en lig je straks hup pampers op de grond. Heb je toch geen zin in? Ja. Straks ben je eerder dood dan die Mo en Zonen. Heb ik echt geen zin in. Laat het maar achter zich, heb ik het gevoel. Hey, laat achter zich, dan komt alles oké. Okay. Maar als je nu er nog dieper... Het is gewoon spelken wat blijft spelen gewoon. Als er nog zoiets georganiseerd wordt, ik ga alles in mijn eentje. Ja, maar het probleem is gewoon van... Ze hebben Dan iets aangedaan. Ja, Dan probeert hem terug te pakken. Zij doen Dan weer. Dus zo blijft ze dat omwisselen. Als nou één ja, iemand maar we zijn stopt, wel met 30 nu... man. Ja, en nu is Dan ermee gestopt met de hele tijd op Orkun en zo te jagen. Ja, maar dat... Kijk, daar waren we met hoeveel man? Dan ziet je Orkun laten we nu met... Laat hem nu met rust. Nu zijn we met 30 mensen. Nu zijn we echt met 30 man. Ze kunnen echt heel weinig doen nu. Geen over wat er allemaal gisteren is gebeurd. Ja, maar wij hebben hier totaal niks mee te maken. Hun. Wij, Dan misschien, maar wij hebben hier echt niks heb mee te maken. Ja, dat maakt niet uit. Zo maak je contacten. Ik denk zelf hebben we er niks mee te maken? Ja, ik ben nooit beschoten of wat bedoel je tekst over ja, zo een keer, maar dat was omdat we Dan hielpen. Ooit een keer. Nou ja, dan hebben ze alsnog ze hebben alsnog in je been geschoten. Ik laat het gewoon achter mij. Wat? Ik denk wel. Dat ik er gewoon achter mijn laatste mijn been hebben geschoten. Ja, oké, leuk voor hun. Wat gaan wij doen? Hun helpen. Op zich wat hun een. Maar jongens, weet je, ik heb je jongens, ik wil eerlijk zeggen, ik wil liever nu op dit moment gewoon dit afsluiten. Ik heb geen zin om hier nog over te praten. Weet je, ik spreek met jullie degene die eraan door wil doen, maar voor mij hoeft dit ja, ik, met ik heb hier geen zin in op dit moment. Ik heb geen zin dat ik die zo stoop ben en ja. We moeten altijd leren kleine stappen maken. Wij maken nu een stap van echt misschien 20 meter of zo. Dat valt oprecht wel mee.
valt oprecht wel mee. Het is toch jullie bedoeling om grote stappen te maken? Ja. Ja, maar dit is een... Ja, ik wil er zelf ook niet mee bemoeien. Ik vind het helemaal niet... Ja, op zich is het wel best een groot hoor. Als je opeens met 30 man met 8 vuur afstaat... Ik ga weg. Ja, iets zoek maar met jullie vier uit. Ik heb hier zo geen zin in. Ze willen toch reputatie opbouwen. We gaan terug naar de stad. Even kijken. Ik wil even terug naar de stad gaan. Even kijken. Gewoon. Hierheen. Zo. Jongens. Ja. Ja, ik weet het al. Ik heb het net uitgelicht. Oké, top. Dank je. Het is uitgelegd. En we gaan nu naar de stad, jongens. Sorry voor het lekker jongens nu, maar ik ga heel snel naar de stad, want het is geen fijne plek voor mij, voor de stream tenminste. Dus ik ga hier even heel snel weg. Nee, we zijn ook gestopt met het scenario. Sowieso, ik heb me nooit echt bemoeid met dit scenario. Oké, vooral hun kans, ik heb nooit meer bemoeid. Echt daar vroeg al je informatie. Maar het is uitgelegd nu dat het ook gestopt is, dus ja. Dan laten we het voor nu. Echter heb ik nog wel een scenario en dat gaat over... Over, hoe zit dat? Over Jordi nog, die gaat nog wel verder. En die Lano, dat loopt echt wel een hele tijdje. Echter is die Lano nog steeds niet in de stad. Waiting for Ben, ja, het doet zo domme rijstijl. En je bent geflitst. Zo. Weet jij dat nou? Omdat er een flitspaal stond. Dan ben je geflitst. Dat vind ik wel heel interessant, ik namelijk wel. Ja, maar Kane, ik weet dat dus nog niet, hè. Dat is het. Ik weet niet dat Jordi al dood is. Als krachten heb ik geen idee dat Jordi dood is. En dan moet ik ook nog van jullie horen. Ja, precies, Timo. Ik weet als karakter nog niks dat Jordi dood is. Nee, Pik, dat is al gestopt. Zojuist gestopt allemaal. Over het gevriesde scenario van gisteravond. Nee, maar daarom daar. Maar wij willen ook die Lano al heel lang dood. Kane. En we hebben ooit hem geschoten, maar we willen hem nu echt gewoon letterlijk in zijn hart steken, zodat hij niet meer kan doorleven. Zo, gezegd zeg maar. Dat hij echt dood is. Echt, dus Kate is dan ook wel een beetje in de pushing. Maar goed.
Want ja, die lijn is zeker nu nog steeds niet in de stad. Nope, dacht ik al. Keuken. Nou, wat gaan we nu doen? Want we kunnen nu ook niet zoals de lange. Ja, ik heb, ja, ik weet niet. Ik heb niet, ja, er valt niet op dit moment heel veel te doen. Ik denk dat ik mijn ding gewoon bij de inbouw neerzet. Ja. Het is gewoon vervelend dat hij niet komt opdagen. Gewoon. Ja, hij zegt dat hij nog in de stad komt, maar dat is sowieso waar op bodyken. Ja, weet dat is, ja, 100%. Altijd zo. Stijn gaat de stad uit. Ja, ik ook. Ik ben, Ik ga ook de stad uit. Ik was echt moe van de laan, weet het niet opdagen. Nee jongen, het is echt vervelend dat die lijn ook een keer niet opdagen. Dat is echt een irritatiemoment bij mij op dit moment ook hoor jongens, weet je. Hij weet dat ik dit al heel lang wil. Elke keer als ik een moord of vermoorden in mijn titel heb, is hij elke keer niet in de stad. En als hij niet in de stad is, is hij wel in de stad. Etcetera, etcetera. Heel vervelend. Maar ja. Valt niet heel veel aan te doen. Oh. Dat is een vervelend momentje bij de mindere roleplay karakters. Ja, heel vervelend is dat. Jongens, ik ja, het is heel vervelend. Even kijken. Oh, dit gaat weer fout. Even kijken. Doet hij het? Ja, hij doet het top. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar deze livestream. Hopelijk hebben jullie allemaal van genoten. Helaas is het niet geworden hoe ik het zou willen. Helaas is degene die komen opdagen. Dus ja. Ik hoop dat het gaat gebeuren. Morgen ga ik niet live. Doe ik expres. Dus misschien dat ik morgen de video online komt. Ik wil hem wel gaan editen zodat hij morgen online kan komen. Iets korter zien dan normaal. Maar ik wil jullie toch bedanken voor het kijken naar deze livestream. Hopelijk hebben jullie er allemaal van genoten. En ja. Zie ik jullie de volgende keer weer bij een goede livestream. Ben je nog niet geabonneerd, vergeet zeker niet te abonneren. En doe zeker een duimpje omhoog, zou ik super tof vinden. En dan zeg ik, zo vrijwel, altijd is dat. Later. Alvast een hele fijne weekend. Dag allemaal, wat fijn dat u er was. Was je voor het eerst hier of was je al bekend? Dit was Den op jouw beeldscherm. Dit was Den en wie ben jij? Dag allemaal, wat fijn dat u er was. Was je voor het eerst hier of was je al bekend? Dit was Den op jouw beeldscherm. Dit was Den en wie ben jij? Dag allemaal, wat fijn dat u er was. Ben je al geabonneerd of heb je al geliked? Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat nu dan heel erg snel. Dag allemaal, wat fijn dat u er was. Was je voor het eerst hier of ben je al bekend? Dit was Den op jouw beeldscherm. Ik was Den en wie? Dag allemaal, wat fijn dat u er was. Was u voor het eerst hier of was je al bekend? Dit was Den op jouw beeldscherm. Dit was Den en wie ben jij? Dag allemaal, wat fijn dat u er was.
hier of was je al bekend? Dit was Den op jouw beeldscherm. Dit was Den en wie ben jij? Dit was Den en...